It's time for Vectors Basin! De vechtersbasis zijn terug in je leven. Terug op je beeldscherm of op je oren. Hoe je ons al volgt of het nou is via je Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Je weet ons overal te vinden met de beste verhalen van je favoriete vechters. Of het nou de sterren van morgen zijn, de sterren van vandaag of de legendes van gisteren. En degene die vandaag bij ons op de bank zit is zeker een legende. Ze is een pionier van het vrouwen kickboksen. Muay Thai uh, laat je niet verblinden door de looks. Want ze is echt een killer. De killer queen heb ik het over. De enige echte Jelonke Elmond. Tof dat je hier bent. Dankjewel. Okay, ja. ja, we hebben het al vaak over gehad om een ja. keer. Nooit van gekomen. Nee. Nou ben je er eindelijk. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Lang over gewacht, maar hartstikke leuk. Nou, we gaan het over van alles hebben: over je carrière, over wat je nu doet. In Suriname, met je stichting ja. en alle andere dingen veel te bespreken. Maar we beginnen altijd in dit uh, programma met het onderdeel Dekkinglaag. En dan denk je meteen. Nee, omhoog. Omhoog? Nee, dekkinglaag. Ik geef voor mij tien stellingen. En dan mag je gewoon uh, zonder al te veel na te denken, lekker snel op reageren. En misschien hebben we daar ergens nog wel een onderwerp waarvan je denk: hé, hey, daar gaan we over doorpraten. Oké, okay, deal. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het. Komt u aan. Paramari boven Amsterdam. Amsterdam. Hel of hemel? Hemel. Wat zou ik over hebben? Hond of kat? Hond. Sloopkogel of elegante dame? Beide. Friet of patat? Patat. Ja, ja, ja. Rolmodel of rol in geld? Beide. <laughs> ik moet wel kiezen eigenlijk. hè? Oh shit. <laughs> Oké, okay, we het straks over. Oké, okay. doe maar rollen in geld, dan word je een rolmodel. Oké. Okay. Koningin of dienaar? Koningin. Feestbeest of huismus? Feestbeest. Trots of bescheiden? Trots. Topsport of breedensport? Topsport. Kijk, ja, ik ben, ik, kijk, je houdt je wel aan de opdracht, je wilt gewoon meteen pang. Ja, toch? Ja, ja <laughs> mooi. Uh, hel of hemel? Je zegt hemel. Ik, ik heb deze er tussen gezet. Ik moet denken aan, we zijn oud trainingsmaatjes, hebben we ja, misschien ja, ja. weten, bij, bij Cabine. En dan hadden we altijd... Black hell. <laughs> Dat is toch de hemel? <laughs> Dat is de hemel, ja. Maar niet, niet, niet voor iedereen. Nee, 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 nee. Maar goed, ik weet wat je bedoelt. Kijk, ja, bij ons, je, was, je was bij ons in, in ons de Lions Den. En daar werd er geknokt en gevochten om klaar te zijn voor de wereld. Ja. En dan moest je klaar zijn, want je wedstrijd zou nooit zo, klaar, zo hard zijn als onze training. Dus in principe was je in de hemel, ja. want we waren daar aan het sleutelen aan jou. om je klaar te krijgen. Die kreeg stoten en slagen van letterlijk alle hoeken. Mm, ja, letterlijk, ja. Letterlijk alle hoeken. Ja. Maar als je die overleefde, dan was de ring niks was de hemel. Black hell. Ja, er waren ook mensen die kwamen gewoon niet de Black Hell dagen. Hè. Sommige <laughs> mensen keken eruit. uit, sommige mensen zag je ook nooit. Maar uh, eventjes, ja. je bent, voor de mensen die het niet weten, ga je schamen ten eerste, maar zeven <laughs> vader wereldkampioen, ja. uh, Europees kampioen, Nederlands kampioen, ja. uh, et cetera. Alles gewonnen wat het winnen viel uh, in het, het kickboksen en het Muay Thai. Ja. Um, hoe ben je bij die sport begonnen? Hoe ben je daar terecht gekomen? Laten we daar beginnen. Nou, ik had, ik had een hond, een kleine Rottweiler. Ja. En, um, en ik deelde de, de huisindeling aan de Kloekhorststraat was een beetje anders, want ik woonde in de Kloekhorststraat. Mm -hmm. En dan, als je binnenkwam, dan kwam je beneden bij de slaapkamer, moest je de trap op, had je de woonkamer en een dakterras. Mm -hmm. Nou, mijn dakterras deelde ik met nog iemand die ik ja. eigenlijk nooit zag. Nee. En op een dag, maar zijn deur was altijd open, dus dat viel wel op. Ja. Dus mijn pup rende in zijn huis ja. en ik wilde mijn pup terug hebben. En dus ik moest dus bij die, die manse ingang gaan staan en ik begon te roepen van ja, hallo, hallo, buurman of buurvrouw, mag ik mijn pup terug? En toen kwam er een man met, de hond, met mijn hond op zijn arm, in een sixpack of eightpack, en het was Jerry Morris. Ja. En, okay. en toen gaf ja, hij dat mijn hond okay, terug. Yeah. En zo raakten wij dus bevriend en uh, raakten we aan de praat. En uh, toen zei hij, uh, ja, je moet een keertje meekomen, want we waren inmiddels maanden bevriend. En toen zei hij, kom eens een keertje mee met me waar ik, uh, waar ik train. En het was ja. bij Cops Gym, train, daar gaf Lucian les. Ja. En daar trainen Gilbert ook en Tarek ik En toen zei hij van, kom bij Kops trainen. Dit is echt iets voor jou. Je hebt het juiste temperament. Je bent lekker agressief. Ja. En na maanden zeuren ben ik met hem meegegaan. En, okay. uh, en dat was mijn les. En was het liefde op het eerste gezicht? Zwaar. Ja? Was blind verliefd. Tot nu want op een gegeven moment was ik, dacht ik dat ik kon vechten want ik denk eindelijk kan ik trappen en slaan mijn energie kon ik kwijt ja. en uh, het was een drukke dag dat kan ik me nog herinneren want de zaal was vol met vechters we moesten banen lopen en die balen, banen waren ellenlang en op een gegeven moment werd ik door iemand uit de les gepikt en dat was Lucien Carbin ja. en die zei van uh, heb je wel eerder gevochten nou, ja. wat is dat nou voor een vraag ja, Amsterdam heeft iedereen gevochten. <laughs> ja, natuurlijk. Ik zeg niks. Ja, op school iedereen toch. En op een gegeven moment werd ik dan aan de kant gehaald. En toen zei hij van, ja, ik kan je toch in een jaar kampioen maken. Dus denk daarover na. Ja. En toen dacht ik, yeah, right. en Zal wel. Uh, zal wel. Wie ja. gaat dat nou, wie zegt dat nou? En toen, toen ik samen met Jerry terugging met de metro en de, en de tram. En toen zei hij van, uh, ja, dat is wel Lucien Carbin. Ja. En als hij het zegt, dan is het wel de wat. De meester, Ja. Dus de volgende dag zat ik op een bankje en toen zei ik, oké, okay, what does it take? En toen zei hij van, nou, ik heb, je komt twee tot drie keer per dag trainen. Je bent de, de oren, ik de mond. Dat was al een uitdaging voor mij. Ja, <laughs> ja want eventjes voor de mensen die niet weten, Lucien is natuurlijk de ultieme fight professor noemen. Ja, van, dat altijd. is de man, de master. Uh, maar hij is wel heel, hij is hierarchisch. Hij is de baas en jij luistert. Het is toch gewoon, ja, toch zeg ja, het toch goed, toch? Ja, ja nou, hij, dat, daarom zei ik, ik, ja. ben, ik ben de oren. Dus Jonka is de oren, hij is de mond. Dus ik moet luisteren. Mm -hmm. En uh, <laughs> dat, dat was moeilijk. <laughs> maar ik was zo gretig. En ik wilde zo graag leren van deze man. Dat, dat ik gewoon uh, echt gefocust kwam naar mijn trainingen. Ja. En uh, we pakten twee tot drie keer per dag een training. Ja. Ik was gewoon vanaf dat moment echt verslaafd. Ja, maar hoe oud was je toen je begon met trainen? Ronde ja, rond de twintig begon... ongeveer. Ja. Ongeveer twintig. Te ja. laat ja. voor topsport. Eigenlijk. Normaal gesproken zeg je als je begint met, met een topsport... Te oud om nog wat te bereiken, toch? Sowieso. En dat zei iedereen eigenlijk. Toen ik zei van ja, uh, Lucien zei dat ik kampioen geworden. Dus dan had ik zijn naam dan niet genoemd. Maar dan zei ik van ja, ik ga kampioen worden. Ik ga kampioen worden. Iedereen, yeah right Ilonka, jij gaat nooit kampioen worden. Ja. Maar echt iedereen hè. Iedereen om me heen. Klasgenootjes. Iedereen die ik van vroeger kende. De buurt, familie, vrienden. Mm. Echt iedereen zei, jij gaat nooit kampioen worden. Het is te laat. Hoezo kampioen van Nederland? Ja. Gaat het niet lukken. En, uh, en in een jaar tijd was ik wel kampioen van Nederland. Maar we ja. er ook voor maar, uh, Jouw leven voor dat moment, voor je twintigste zeg maar, was je wel sportief? Deed je wel dingen? Ik rende voor de tram. <laughs> <laughs> ik had een sprintje met de meter en de tram, elke ochtend. Ja. Dat was mijn ding. Dat was het, maar je had geen andere sporten gedaan? Nee, niet... helemaal niet. Ik wilde eigenlijk altijd wel altijd al op een op vechtsport. Maar uh, ja. mijn ouders en mijn oma ook toen de tijd, die zeiden van ja, dat is iets voor jongens. Ja. Dus dat mag ik niet doen. Maar ja, ik was altijd wel een beetje een, een driftkikkertje en veel energie. Dus ik moest mijn energie kwijt. Dus wat ik dan deed, toen ik vroeger in Regensbos woonde, woonde op op Vierhoog. En dan wist ik, oh ja, de metro komt om één over. Dan vertrek ik drie minuten eerder. Dan sprint ik naar beneden, de trappen haal, einde van de straat. Trein. Race met de metro. Okay. En dan wilde ik eerst de wagon pakken. <laughs> <laughs> en dat was mijn ding elke ja, ochtend. Ja. Dat is het enige sport dat ik deed, dus geen sport. Ja, maar dan heb je dus ook kennelijk hele goede. Gene, talent. Je komt ook uit een sportieve familie, want je ja. hebt nog wat andere familieleden die op hoog niveau sporten, toch? Ja, mijn neefjes, Dex en Guillaume ja, die zijn precies, judoka's. De judoka's. Ja. Ja, dus het zit wel ergens misschien wel in de bloedlijn dat je het kan, ja. maar, maar toch, dan begin je te winnen. aan een hele nieuwe sport. Ja. Niet de makkelijkste sport, zeg maar. Uh, een keiharde sport. Een leuke sport. Ja, prachtig, mooie sport. Daarom zitten we hier over te lullen elke week. Ik heb het nooit ervaren als keihard. Hè. En, en ik heb het altijd ervaren als iets. Weet, je kijkt naar, naar China, bijvoorbeeld die oude kung fu-films en die Chinese films. Dan zie je altijd je hebt de master. en die jongen die wordt ontdekt door zo'n master. Ja. of hij vraagt om bij een master te komen trainen. en die wordt. Een geweldige karateka. Ik had ook dat soort dromen. Ik wilde ook ja. ontdekt worden. De Sifu. Nee, de Sifu ja. ja, toch? Dus dat, dat had ik ook. En ja. ik wilde ook zo'n master hebben. En uiteindelijk heb ik de mijne gevonden. Precies. ja. Dus mijn droom is uitgekomen. Ja. Maar eventjes, want je bent binnen een jaar kampioen. Dus kennelijk had je er wel aanleg voor. Ja, ja en je blijkbaar wel. Het, nou, op. Hoe waren die eerste maanden? Want. Um, ja, ik, ik heb in een later stadium bij cabine rondgelopen. Ik weet wat er allemaal aan kampioenen mm -hmm. en aan hele goede talentvolle vechters rondliep. Uh, hoe, hoe was dat in het begin Vel? Als ja. meisje ook nog een keer? Moeilijk, ja. ja. Kijk, het zijn moeilijke meerdere facetten. Het is niet ja. Dat het is goed dat je het vraagt. Het is de waarheid, toch? Ja. Kijk, ten eerste, um, ik kom in een gym overwegend mannen. Dat is één. Maar goed, dat, uh, ik ben opgegroeid tussen een heleboel mannen, dus het maakte mij niet echt veel uit. Maar je ja, had jongens rondlopen als Gilbert Eiffel, wat ik al zei. Tarik El Idrisi, uh, ja, ja, Robert Westmaas, die vocht toen ook nog. Ja. Ja, dat waren gewoon toppers, toch? Ja. Dat zijn de mannen dat, tegen wie ik opkeek. Ja. En ik draaide al heel gauw mee in hun, in hun uh, zeg maar vechtersgroepje, in, Want Lucien had de, de gevorderde en de vechtersgroepjes. En daar zat ik al heel snel in. En, uh, en dat was leuk, weet je, want dat bracht mij uiteindelijk, uh, werd ik gekoppeld aan Robert en Tarik. Ja. En dan zat ik in dat klikje en dan moest ik elke dag mee trainen en mee sparren. Ja. En dan groei je vanzelf. Dus ja. wat dat betreft was dat een uh, ervaring dat ik in een snapshot opnieuw zou willen doen. Zo leuk was dat. Zo goed was het. Want, op een, want je bent elke dag twee tot drie keer per dag bezig met jezelf verbeteren. Je leert technieken bij. In de ochtend gaat het schroef. In de avond heb je hem gemasterd. En zo ga je elke dag door. En dat creëert je verslaving. Ja. Snap je? Want je bent bezig jezelf te verbeteren. Uh, je doet iets in de ochtend, het gaat niet goed. Na 25, 30 keer gaat het beter. Nou, dan ga je naar huis, dan ga je erover nadenken. Kom je in de middag weer terug. Dan denk je, oh ja, ik weet al wat Sens bedoelt. En dan doe je het nog een keer. Dan kom je s'avonds Sens, ik heb het geprobeerd, mag ik het laten zien? Nou, dan laat je het zien en dan heb je het onder de knie. Ja. En op dat moment was dat tof. Dan kom je over het stukje terug waar wat moeilijk is. Dat het stukje waar die drempel natuurlijk is. Was de vechtsportwereld. De eerste, uh, het is een mannenwereld. En je bent vrouw. Dus dat. Dus... Twee drempels. Ja. Dus je? Heb je dan, had je dan ook het gevoel, je zei je werd wel snel vrij snel opgenomen, maar om um, toch in een vrij door mannen gedomineerd wereldje of het nou met vechten is of voetbal dan is het vaak moeilijk voor een buitenstaander, in dit geval uh, als vrouw, om opgenomen te worden als Zeker. one of the guys, toch? Ja, ik moest keihard mijn best doen. Ja. Ik kon bijvoorbeeld wat bijvoorbeeld een jongen één keer deed, moest ik vijf tot tien keer opnieuw doen. Alleen maar om te laten zien dat ik gewoon beter was dan die jongens. Ja. En dat zei Lucien ook tegen me. Lucien zei ook van, kijk, weet je, je bent een, een vrouw. En omdat je een vrouw bent, gaan we er nog harder tegenaan. En, en ik weet nog dat bijvoorbeeld Gilbert kon gewoon een gesprongen knie doen. En hij ging gewoon keihard. En ik kon het ook nadoen. Ja. Maar de mijne werden dan minder gezien, omdat ik een vrouw ben. Ja. Begrijp je? Ja, dus je moest dus eigenlijk twee keer zo hard je best doen. Twee, Zoveel, drie keer zo hard ja. mijn best doen. En dan had ik het wel, maar ja. men ving het gewoon niet op. Dus toen zei hij van, zei Sens weet je wat je moet doen? Je moet er gewoon voor zorgen dat mensen niet om je heen kunnen. Je moet, je moet gaan. Je moet zorgen dat je de beste bent. En, en daar ben ik echt voor gegaan. Want ja. het was moeilijk om, om mijn naam op een fightcourt te krijgen. Ja. En als ik op een fightcourt was, dan moesten ze echt erover praten van... Wauw, weet je, die moeten we hebben, want die trekt publiek. Ja. En op een gegeven moment heb ik dat vrij snel gehad. Want ik draaide mijn eerste partij in, uh, in het Zonnehuis. Ja. En, en, uh, en dat is... Dat is het mecca, hè, Amsterdam. Mecca, ja. Ja, Lompine, het Amsterdamse Lumpini. Am Amsterdamse Lumpini, ja. ja klopt. En Alistair stond die dag ook op de fightcard. En uh, mijn geluk was dat, uh, dat omdat dat Chris Dolman, uh, Milko en al die grote promoters hmm. daar waren gekomen voor Alistair zijn partij. Ja. En ik draaide mijn partij, die eerste, de, mijn eerste partij die, die eerste avond. Ja. Ik, ik won de Stelprijs, ik won ja. op KO. En ik had, de ogen waren toen op mij gericht en ik kreeg twee weken... Ik kreeg van een van die heren, Edsel van die Leuf, hmm, was het toen. Wel, ja, ja. En die zei, ik, nou, over twee weken kan je later vechten op mijn evenement veel groter dan het Zonnehuis. Dus ja. ik draaide meteen alweer mee. Ja. Terwijl ze op Elster kwamen, vonden ze mijn partij goed. En twee weken later stond ik in, in het Velodroom, velodroom ja. te vechten. Precies tegen, op het goede moment pieken dus. Ja, dus, dus dat, daar heeft het inderdaad mee te maken. Ja. Op het goede moment pieken. Ja. En vanaf dat moment is voor mij het balletje gaan rollen. Ja. Ik weet dat Lucien Cabin altijd. Hele, uh, ik, ik vind hem technisch misschien wel de beste trainer van Nederland. Een van de beste sowieso. Um, hij heeft een heel herkenbare stijl. Als je op een evenement komt en een van zijn vechters zat in de ring. en je komt toevallig binnenlopen, zie je bijna meteen <laughs> altijd dat het de vechter van Lucien is. Hij heeft gewoon een bepaalde stijl en manier van vechten. hoe hij zijn vechters aanleert. Ik vond jou altijd um, de personificatie eigenlijk van zijn stijl. Wauw, dank jij, je. Ja, maar Hoe jij vocht was eigenlijk alles wat hij... En volgens mij vond hij dat zelf ook. Mm -hmm. Zeg ik nou iets geks niet? Nee, hij heeft het wel gezegd, ja. ja maar ik he? ben grappig om het van een ander te horen. Ja. Dat doet goed. Nou ja, ik weet wel de, wat, wat berucht of beroemd was... Waren jullie uh, demonstraties. Als dus jullie op de pets gingen met z'n tweeën. Ja. En dat deed hij het liefste volgens mij met jou. Omdat ja. jij het beste begreep wat hij bedoelde. Ja, wat Lucien ook deed, is dat. Uh, waarom het zo makkelijk ging en het was daar bijna magisch, is omdat ik ook de combinaties aan elkaar kon plakken. Mm -hmm. En dat vond en dat hij leuk. Ja. Snap je? Want uh, dat is het vermogen om. Bijvoorbeeld, soms heb je combinatie met trappen, stoten, knieën, aanvallen. Ja. En dat bestaat uit acht elementen. Ja. En, en dan kon ik nog eentje erachter aan plakken of soms wel twee. En dan hadden we ineens een hele lange combinatie. Ja. Maar dan moet ik natuurlijk ook scherp zijn. Ja. En je moet elkaar op een gegeven moment ook gaan aanvoelen. En, en dat is waar Lucien het dan vaker over had. Dat, ja. Uh, dat, dat stukje. Uh, ja, hoe heette hij? Hij had een naam ervoor, jongen. Uh, ja, dat, dat had te maken met, die, met dat stukje uh, combinaties aan elkaar plakken. Zo, hij had een naam voor, ik kom er straks wel op. Ja, maar het is inderdaad. Want hij had combinaties van. 30 of 35 ja. technieken achter elkaar. Waar simpele zielen als ik. na drie technieken al denken. Uh, wat gaat het nog over? Ja. Weet je wel? En, en uiteindelijk kan je alles leren. als je het vaak genoeg oefent. Doet. Ja, ja. Ja. Maar jij had een manier. als je dat met hem deed. dat was gewoon. hij was bijna kunst om te kijken. Ja, klopt. Zo snel en vloeiend. En alsof het zo moest, toch? Technische perfectie. Juist. En ja. hij, hij wat, wat, ik kon het al zien als, als handen. Dus op een gegeven moment waren we zo op elkaar afgestemd. Ja. Lucian en ik. Dat, ik niet, dat hij niks meer hoefde te zeggen. En op een gegeven moment, hadden we trainingen. dat er geen woord gezegd werd. En hij hoeft alleen maar zijn hand op te houden, wist ik ja. al wat er moest komen. Of het stoot, een trap, een knie en dit. Ja, ja, ja. Of hij draaide en dan houdt hij zijn hand op deze manier. En dan uh, ja, dan wist ik al wat er moest komen. Ja. En, en dat heeft gewoon te maken met die, met die uh, afstemming die je op elkaar ja, krijgt. Van een perfecte klik ook, samen. Een perfecte en... klik. Ja. En weet je, kan jij nog herinneren dat we bij uh, in het Zonnehuis of eigenlijk ook bij evenementen hadden we altijd de oom man erbij, chefke, de dokter. Ja? De ja. dokter die zei altijd dat Lucien een joystick in zijn hand had. Ja. En wanneer ik in de ring was en als hij iets riep, dan deed ik het. Ja. Dus, zo, dus ik hoorde hem ook alleen hè, als ik in de, aan het vechten was. En, uh, en iedereen riep wat, hoorde ik alleen Luciens stem. En, uh, en dat kon ik gewoon precies doen. De chef die zat daarna te kijken, dan hield hij ons in de gaten. En die zei van uh, dat is alsof, Sans, uh, is alsof Lucien een, uh, een joystick in zijn handen heeft wanneer je aan het vechten bent, en met een videospelletje bezig. Zo magisch was dat. Ja, ik, ik heb met Mike alles gehad, Big Mike. Uh -huh. um, hij noemde altijd badden, is altijd zijn perfecte vechten. Dus qua, ja. qua vechten is dat het benadert het meest. Wat hij verwacht van het pek. En die heeft daar had hij een speciale band met Dat was zij, ja. de, perso de personificatie van de perfecte myship vechter. Dat noemde hij hem altijd. En hij kon hem dingen laten doen die hij met andere vechters niet zo snel zou bereiken. Ja. En volgens ja. mij had jij dat level met Lucien, Lucien ook. Zeker. Ja. Absoluut. Dat ja. heb ik zeker. En wat ja. maakte hem zo'n bijzondere trainer? Nou, weet je, um, dat, dat is nog steeds het geval. Lucien um, ademt vechtsport. En, en technieken. En op het moment dat jij vandaag eens techniek met hem behandelt en uh, je bent uh, constant met hem bezig, ziet hij dat hij alweer een nieuwe uh, dimensie aan zijn techniek heeft uh, verwerkt. Dus hij evolueert ook nog eens zijn eigen technieken. Ja. Dat maakt het bijzonder, want als je gaat kijken naar zijn technieken, en dat, dat, daarvoor heeft hij hem ook opgeleid, om ja. ook over te dragen en over te uh, weet je, technieken over te brengen aan anderen, zit er een behoorlijke logica in. Ja. En, en, en dat is wanneer ik ook bezig ben met andere mensen om te petsen en te trainen. Dan gebruik ik diezelfde logica, omdat ik het zie ja. wat hij bedoelt. Dus dat maakt Lucian heel bijzonder. Hij, hij, um, hij um, evalueert de vechtsport, zijn eigen technieken. Ja, dat is ja. eigenlijk heel bijzonder. Ik vind dat hij vaak niet erkenning krijgt die hij misschien wel verdient. Als je vind ik ook. Kijk wat voor kampioenen die hij heeft voortgebracht. Zoals jou en, en ja. Gilbert en Tyron en Tarek El Idrisi. En ja. de lijst is, is eindeloos. Ben ik nog de enige meervoudige wereldkampioen. Hè? Ja. Dus voor die, hij heeft er nu, Lucien zijn droom was 50 wereld, meervoudige wereldkampioenen kweken. Ja. En hij heeft er 49 ja. in totaal. Dus hij heeft er nog eentje te gaan. Nog eentje te en gaan. En van zij, al zijn wereldkampioenen, meervoudige wereldkampioenen, ben ik de enige vrouw ertussen. Apart hè? Ja. Hij heeft nu overigens met, met Tiffany van Soest natuurlijk. Hier Juist, maar ja. ik ja. praat over own breed. Ja, 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 tuurlijk. Zij is breed. ook laat ja. uh, gekomen. Ja. Zij is er later bijgekomen. het ja. dus was wel kampioen toen ze erbij kwam. Nu maakt zij natuurlijk de nieuwe titels. Dus ja. Tiffany doet het goed. Nou, nee, maar, maar dat 100%. bedoel ik. Want hij is, eigenlijk is hij van de eerste generatie kickboxers in Nederland. Want hij gaat helemaal terug tot het begin van Jan Plas. 1980. Ja, zo, ja. ja, eerder nog volgens mij. Volgens ja. maar nog jaren zeventig. Het van echt het begin ja, van, van, van Majiro. Ja. En, en nu, anno 2022, brengt hij nog steeds kampioenen naar voort. de ring. En uh, hij wordt al zeventig, kan je nagaan. Ja, ja, <laughs> ja, bijzonder. Wat vind jij zelf zo leuk aan vechten? Aan vechten? Uh, ja. Meerdere dingen. Uh, kijk, de, het hele traject vind ik, vind ik interessant. Ja. Op het moment dat je bijvoorbeeld weet, ik heb een datum. Dan weet je dat je dat je, dat je, je stip op de horizon hebt gezet. Dat is één. Het tweede is dat je er naartoe gaat werken en dan ben je gewoon dagelijks mee bezig. Dat betekent dat je gaat plannen. Je gaat je dag indelen zodat je 100%. Ik werk niet met 100%, moet ik je eerlijk zeggen. Ik werk met 200%. En ik, ik geef liever 200%. En op slechte dagen, dagen dat ik niet uit mijn bed wil komen, dat ik pijn heb, dan ga ik terug naar 100%. Maar dan heb jij als trainer nog steeds wat jij wil? Toch? Zo denk ja. ik. Mm -hmm. en, uh, en dat is het traject dat ik eigenlijk altijd inzet als ik ja. iets ga doen. Um, het volgende wat je ziet is, op het moment dat je met die mindset bezig bent, ja. dan ben je bezig met een, je zet de, level, de lat hoog voor jezelf, maar je bent natuurlijk ook jezelf constant aan het verbeteren. Dus je bent eigenlijk een diamant aan het poetsen, zodanig dat die de waarde naar buiten komt en dat die gaat stralen. Ja. Snap je? En je weet, met, met wrijving komt glans en wrijving is weerstand. Zonder en weerstand ga je krijgen. Zicht. Die man met die hamer kom je tegen in je trainingstreek er naartoe. En dan moet je mee dealen en, ja. en, en dan leer je jezelf het beste kennen. Dus uh, je komt jezelf meerdere malen tegen in het trainingstraject. En, en de vraag is natuurlijk aan jezelf, uh, hoe ga je met jezelf om? Ja. Weet je, je weet dat je soms meer had kunnen geven en je you cheat jezelf uit om het niet te doen. Snap je? Mm. Dan moet je eerlijk genoeg zijn om dat ook wel weer recht te trekken. Ja. En dat is het trainingstraject naar de wedstrijd toe. En op het moment dat je naar de wedstrijd gaat en je bent daar, dan vind ik een, 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 een drukkend moment vind je altijd in de kleedkamer. Maar dan ben je vlak voor de wedstrijd. De rit er naartoe is leuk, want dan ben je nog ontspannen. Ja. Maar op het moment dat je op locatie bent, dan is je treedkamer je, je cave. Mm -hmm. Toch? Dat is waar je moet voorbereiden. En dan moet je dan uh, opwarmen, maar dan ga je in je mental zone. En die mental zone, wat je eigenlijk al hebt, ben je al drie weken mee bezig. Want die wedstrijd heb ik al drie tot vier weken van tevoren honderden, duizenden keren uitgevochten. Ja. Op alle mogelijke manieren heb ik al mijn tegenstander verslagen. Het is mooi hoe je dat vertelt. Ja, ja. Dat, is, dat is waar. <laughs> ja. En op het moment dat je dan daar naartoe gaat en je hoort je naam van hey, over nog twee minuten of, er, of uh, de partij is bijna afgelopen, je moet klaarstaan. Dan weet je dat je naar de ring moet lopen. En dan is dat het van hey, there's no way back. Je moet gewoon nu laten zien wat je, moet, wat je, wat je waard bent. En, uh, en, en dat is vaak het moment dat je naar de ring gaat, en dan valt eigenlijk uh, tijdens mijn opkomst, viel eigenlijk alle spanning eraf. Ja, ja het is een mooie opkomst ook. <laughs> dankjewel, als een krijger. Ja. <laughs> ja, dankjewel. Ja. Maar eigenlijk hoe je dat vertelt, bijna is het bijna meer een gevecht met jezelf. En, en, ja. en de drive om het maximale uit jezelf om de ja. beste versie van jezelf naar boven te laten komen, dan dat het een gevecht met je tegenstander is. Ja, klopt. Ja. Dat is ook zo. Mijn tegenstander is een onderdeel van, uh, van mijn succes, toch? Ja. Kijk, je kan het ook anders zeggen. Ik heb, uh, het, het heeft te maken met je mindset. En ik vind mindset in, 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 onze, in onze branche vind ik heel belangrijk. Ja. Je, 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 bent, je bent erop of eronder. En je kiest ervoor om erop te zijn. Dus uh, ik ga dus niet haar de mogelijkheid of in, voor de mannen de, hem de mogelijkheid geven om mij te verslaan. Snap je? If it happens, it happens. Ja. Maar dan zeggen ze when shit hits the fan. Ja. Dus pas wanneer het daar is, zal het gebeuren. Maar ik ga me er niet op voorbereiden. Nee. Ik bereid me voor op de winst. Ik bereid ja. me voor op mijn succes. Ik bereid me voor op mijn traject. Nee. Ik bereid me voor op wat ik de afgelopen maanden heb getraind en dat ik ga laten zien. Ja. Ik ga fysiek met je schaken. Ja. Dat is wat ik ga doen. Ja. Dus in de training ben je elke dag bezig om jezelf beter te maken en dat gevecht is eigenlijk het. De toets eigenlijk, het examen. Toets, om ja. te, te etaleren wat je hebt geleerd al die maanden, of hebt gedaan ja. al die maanden. Ja, ja, ja de ring ja. is je toets, is ja. je examen. Ja. En in je examen laat je zien wat je waard bent. En dan probeer je zo hoog mogelijk te scoren. Ja, en uh, kijk, op knockout winnen is leuk, maar was dat, wa dat was het niet voor mij. Op een gegeven moment waren er wedstrijden dat ik, naar, dat ik naar de ring ga. en Lucien zegt: Wat ga je doen? Ga je voor de K? Of ga je spelen? Ja. Negen 9 van de 10 keer zei ik: Spelen. Ik wilde <laughs> gewoon niet op KO winnen. Ja, ja, want weet je, je bent maandenlang bezig. Je, eindelijk heb je een datum, dan kan ja. je gaan vechten. Ben je maandenlang bezig in voorbereiding, dan win je één minuut. Ik, ik zit in de kleedkamer te huilen. Want ik ben mijn energie niet kwijt en ik heb niet laten zien wat ik kan. Nee. Ik heb Ach, laten, maar het geeft ook wel een bepaalde voldoening, toch? Als je iemand gewoon. Nee, kan, man, nee? ik wil je mishandelen. En <laughs> wij van spreken. <laughs> nee, toch? Ik wil toch laten zien van wat, uh, wat, wat, wat je kan. Ik, kijk, het is net als een, een piloot, die moet ook vlieguren maken. Ja. Wij vechters moeten ook vlieguren maken. Weet je, maar op het moment hè, kijk, bijvoorbeeld, kan je nog herinneren. Wij moesten toen de tijd 5 maal drie minuten vechten. Mm -hmm. En vijf maal drie minuten, dan pas werd eigenlijk het kaf van het koren gescheiden. In de derde, de vierde en de, de vierde vijfde, vijfde ronde. En de championship rounds, yeah. Dat zijn de Championship rounds. Ja. Dan, je, dan weet je pas waarvan je gemaakt wordt. Mm -hmm. Toen zijn we teruggegaan naar de, wat K1-regels, drie maal drie minuten. Dan ga je naar drie maal minuten. Nou, dan weet je dat iedereen iedereen. I I iedereen is moe ja. na drie minuten, maar we hebben nog niet laten zien wat we kunnen. Ja. Ik begrijp dat het commercieel interessant is om drie maal drie minuten te vechten voor de, voor de leken ja. en de mensen die een keertje komen kijken, dan begrijp ik dat het spannend is. Maar om te kijken van wat voor type vechters hebben we nou daadwerkelijk, ja. dan moet je echt naar vijf maal drie gaan. Want ja. gaat dat, of zou je willen dat we terug gaan weer gewoon naar standaard 5x3. Hè? Tuurlijk, want wat, wat wa tuurlijk. Want kijk, de belt van een 5x3 wedstrijd en de belt van een 3x3 wedstrijd, wat is, wat, wat is meer waard? Ja. Hoe taxeer je dat? Um, nou ja, ik, ik, als bij Glory bijvoorbeeld kijkt aan de wedstrijd 3x3, maar kampioenswedstrijden zijn dan wel 5x3, 5x3. Dus om de titel moet je dan altijd wel die, die twee rondes extra uh, knokken. Klopt. Um, wat vind je eigenlijk van, als je daarover nadenkt, hè? want je hoort wel eens aan kritiek over, het, omdat mensen nu opgroeien in een 3x3 systeem, dat er eigenlijk ook een beetje luie vechters vind ik opvoeden? Ik vind niet dat je na 3x3 moet gaan zijn. Nee. vind ik niet kunnen. Nee. Ik, vind het, ik vind het eigenlijk een beetje een schande. Want 3x3, drie drie, je, moet, moet je, je moet leren omgaan met zoveel dingen. Als jij 5x3 vecht, dan weet je, oh ja, je moet je, je tank. Dat is dus je lucht. Die moet je gaan verdelen over vijf rondes. Maar dan ook nog op een bepaald, in een bepaalde versnelling. Ja. En je moet niet vergeten dat wanneer je in de, in de, in de wedstrijd bezig bent, dan, dan ben je stoten en trappen aan het uitdelen. Mm -hmm. Maar je krijgt ze ook. Dus je moet ook weten om te gaan met het incasseren. Ik denk dat, dat je een veel completere vechter maakt. op het moment dat je na de derde ronde nog weet na te denken. Ja. onder de grootste druk. En dat ja. is geen lucht, vermoeidheid, slag. Weet blijft nadenken en ook nog weten te scoren. Ik denk dat drijven. het heeft te maken met het strategisch aspect. Ja. En ik denk dat, dat je dat mist op een gegeven moment dat je die laatste twee ronden niet vecht. Ja, ja. ja eens. Ja, ja toch? Ja. Um, we hadden dit, van, van voordat we begonnen aan de podcast, waren we hadden ook over het mentale aspect van vechten. En uh, ik ben van mening, weet je hoe jij dat ziet, um, dat, dat vechten misschien wel 80 of misschien wel meer procent mentaal is natuurlijk ja. is een goede lichamelijke preparatie nodig om topfit te zijn. Maar dat het mentale aspect vaak een beetje wordt onderschat. Dat het meer mentaal dan lichamelijk is. Ik weet ja. niet of jij dat met mij eens bent of niet? Nou weet je, uh, het lichamelijke en het mentale komt vaak op één lijn te staan. Mm -hmm. En dat heeft te maken met de mate van hoe je trainingsintensiteit is. Ik bijvoorbeeld, ging op het moment dat ik veel trainde, ging ik een soort van trance. En uh, waardoor mijn mental game, ja, waardoor ik dingen makkelijker kon zien. Snap je? Ik kon ja. horen en ik kon het omzetten, ja. want Tussen horen en doen zit er nog een gap. Ja, maar toch? was het iets waar je bewust mee bezig was, ook met het mentale Het ging per ongeluk. Ja. Het is iets dat, dat ik pas later ben gaan analyseren. Na mijn wegsportcarrière ja. ben ik over dingen gaan nadenken van maar, maar hoe komt dat? Maar toen de tijd als je me deze vraag, twaalf jaar geleden had gesteld, dat ik geen antwoord op kunnen geven, ja. ik denk wel dat uh, achteraf natuurlijk, dat het mental game heel belangrijk is, omdat het natuurlijk, uh, het is nooit alleen het fysieke gedeelte, fysiek komt vanzelf mee. Mm -hmm. Maar ik denk dat je mentaal veel meer kan bereiken. Als je daar een goede begeleiding in hebt. En dan komt het fysieke vanzelf. Dat denk ik sowieso. Ja, ja want ik, ik, jij hebt dan de muscle, of de, 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 de dan geeft het bij jou. Redelijk natuurlijk komt, dat je er al ja. mee bezig bent. Uh, maar ik weet ook dat er heel veel vechten zijn die daar best wel mee worstelen. Daarom en daar benieuwd. niet uh, de goede begeleiding ja. bij krijgen. Of niet ja. bewust van zijn dat ze daar mee bezig moeten zijn. en Of ja. er vaak te laat achterkomen dat ze daar wat aan moeten doen. En is het schip dan nog wel te sturen? Dat ik denk dat het altijd wel te sturen is. Ja. Maar dat heeft echt te maken met, weet je, kijk. Ik denk dat de, de sport waar wij in zitten, dat is vechtsport, ja. dat is een heel persoonlijke sport. Mm. En dat betekent heel dat. Persoonlijk, ja, Ja, het is ja. erg persoonlijk. Want een, een klap en een trap is persoonlijk, ja. je wordt gecorrigeerd op iets dat je fout hebt gedaan, toch? Bij wijze van ja, spreken, ja, ja. dekking laag is een klap. Ja. Of een trap, toch? Dus het is heel persoonlijk. En wij gaan heel snel terug naar dat van oh ja, strafhand omhoog. Dat, dat is onze reactie. En op het moment dat jij met je coach bezig bent en je coach gaat jou leren. Jou te verdedigen van hey, houd je hand toch een klein beetje meer naar links, toch mm. hoger. Zet je dekking diagonaal in plaats van recht met een trap, ja. weet je. Dat zijn kleine belangrijke dingen waarbij je eigenlijk vertrouwen krijgt. Ik denk we praten over een mental game, maar het ja. belangrijke in onze brandjes is het vertrouwen. Ja. Dat je met elkaar gaat delen. Mm. Het vertrouwen dat, jouw trainer, dat, dat jij jouw trainer gelooft, dat de technieken, de wapens die hij je geeft zullen werken. En het vertrouwen dat je hem geeft, is dat jij die wapens inzet in een strijd. en laat zien dat het daadwerkelijk werkt. En daar creëer je een magische band. Snap je? Ja. Dus dat, dat stukje vertrouwen moeten we niet onderschatten. En dat ja. komt samen met dat mental part, hmm. vind ik. Ja. Snap je waar ik naartoe ja, ga? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik vind je ook dat het, dat het tegenwoordig wel beter is. maar dat het heel lang een onderschat onderdeel is geweest. Want op, op zich, heel erg onderschat. Ik denk dat als we hier jarenlang. ...geleden begonnen waren aan een mental coach... Ja. Uh, ...denk ik dat we veel verder... ...zouden zijn met onze vechters. Daar waren we niet... ...alleen de top drie, maar daar waren we gewoon de top één. Ja. Wereldwijd. Ja. ja, dat denk ja. ik echt. Ja, ik, dus je heb hebt ook wel... ...bepaalde coaches die goede motivators zijn. En, uh, ik noem het Tom Harik bijvoorbeeld. Hè. Tom Harik, die kon je het gevoel geven... ...dat je uh, door een brandend gebouw heen kon springen... ...zonder dat je wat over kon noemen. Weet je wel. Ja. Maar dat, vind ik, dat... ...is ook mentaal natuurlijk... ...maar het is niet helemaal hetzelfde als... Mental coaching begrijp ik bedoel? Het... Ja, 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 dat is iemand gewoon zodanig motiveren om, hij, om klaar te zijn voor de strijd. Dat ja. is wat je zegt. Ja. Maar, maar het mental coaching gaat wat dieper. Want Juist. in principe uh, kom jij bijvoorbeeld uh, te maken met onzekerheden en met faalangst. Mm. En dan moet je je coach hebben om te zeggen van hey, nee, luister, we hebben keihard gewerkt. Je linkerhoek was niet goed en nu is je linkerhoek wel goed. Um, deze, de, de zenuwen die je voelt zijn gezond. Ja. Embrace it. Weet je, omarm dat. Je hebt het nodig, want deze zenuwen zijn nodig om je scherp te houden in de wedstrijd. Als je deze knop, als je een trainer hebt die naast je zit en je zegt, eh, gewoon rustig met je praat en je helpt die knop om te zetten mentaal, dan gaan mensen ook anders om met zenuwen wanneer ze erin gaan. Ja. Ik bedoel, er is geen enkele wedstrijd dat ik gevochten heb dat ik geen zenuwen had. Nee. Alle wedstrijden heb ik zenuwen gehad. Alle, ik was ook onzeker, wel eens onzeker van ja, de dus wedstrijden. Je, ja. Natuurlijk. Ja. Ik bedoel. Hoe ging of, je daar dan mee om? Het onzekerheid. Ja. Um, door erover te praten. Weet je, ik weet dat het een taboe was. Mm -hmm. mij, bij, ik noem het maar even een beetje grof, een taboe. Ja. Maar het was niet gebruikelijk om over onzekerheden nee. te praten. Weet je, het feit dat je aan je trainer vraagt: denk je dat ik het kan? Denk je dat ik ga winnen? Ja. Weet je? En eigenlijk is dat al een vraag van onzekerheid. Dat, dat is al onzeker. Maar ja. dan heb je eigenlijk een twijfel in, gezien bij jezelf, dat je het niet zou kunnen halen, deze wedstrijd. Ja, ik, het, ik zie het anders. Hoe zie jij dat? Nou, ik zie. Ik, ik, Ieder mens heeft onzekerheden, iedere mens heeft angst. Weet je, sommige mensen zijn bang voor de belasting, andere mensen zijn bang om dood te gaan. Maar iedereen ja. heeft angst. Absoluut. Maakt niet uit. Maar ik vind vaak juist de vraag uitspreken is dan vaak ook de vraag beantwoorden. Want iets wat in je hoofd zit, ja, er nu uit, is ja. veel erger dan als je het uitspreekt, dan denk je, oh ja, valt wel voor mij. Het, ook, het, is het kan manier. ook retorisch zijn. Dus ben ik goed genoeg? Heb ik goed genoeg, ge, uh, heb ik veel, genoeg gedaan om te winnen? Ja. ja, heb ik. Dan kan je me ook zelf al beantwoorden. En het moment dat kan waar. ook de koude lucht halen. Dat is waar. Maar soms heb je bijvoorbeeld het van degene nodig die je, je voorbereidt. Ja. Want dat is heel belangrijk. Tuurlijk. Soms. Want kijk, ja, ik denk dat een spiegelgesprek. Met jezelf. Moet ja. jezelf in de spiegel kijken en jezelf vragen stellen, dan geef jezelf ook eigenlijk een antwoord. Ja. Dat is een moment dat je reflecteert, toch? Ja. Om te kijken van hey, waar zijn mijn sterke punten? Dan ga, je, dan ga je natuurlijk de balans opmaken. Ik kan dit goed, ik kan dat goed, ik kan dat goed. Wat kan ik, waar moet ik aan werken? Ik moet daaraan werken. Ik moet werken aan dit. Ik moet rustiger worden, ik moet minder boos worden. Ja. Ik zeg maar wat dan noem je even de dingen uh, dingen waar je eigenlijk aan voor jezelf aan moet werken. Ja. Maar dat zijn de vragen die je. Dat, 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 dat spel heb je gehad. Ja, dan ga je nu naar je trainer. Of iemand die je, waar je je lekker bij voelt. Weet je, iemand die, die eerlijk is tegen je. Want dat is wel ook belangrijk, weet je. Ja. Dan zeg je van: ja, Denk je dat ik, dat ik dit ga doen? Denk je dat ik dit kan? Ja, en dan zegt die persoon vaak ja. ja. En dan is het: oh, opluchting. Dat je gewoon van ja. iemand anders. Het hoorden dan van jezelf. Ja. Ik vind het mooi dat je dit zo open over praat. En ik, en ik vind het ook heel goed. En ik vind het heel belangrijk dat er rolmodellen zijn. Mensen uit uh, top die dat bespreekbaar maken. Want ik heb wel vaak met vechters. Gilbert is iemand. Uh, Tiffany you. van Soes, ook yeah. die daar heel open over spreekt. Want ja, het is wel vaak nog een beetje een taboe. Yeah. Dat het gezien wordt als een zwakte om je kwetsbaar op te stellen. En om te... Tonen dat je onzekerheid hebt. Terwijl uh, we hadden het laatst ook tijdens Spong. Hadden we in de, in de podcast die ook gewoon open vertelde. Hoe die, hoe die af en toe ook met, ja, met depressieve gevoelens worstelde. Yeah. En of het nog wel kon. En, weet je, en hoe die erover praten. En ik denk dat het heel ja. goed is voor anderen om te. Want het is niet uh, dat het zwak is om te tonen. Het is meer hoe je ermee omgaat. Niet dat je het hebt. Het is niet het, het feit dat je bang of onzekerheid of, of ang, angst hebt. Yeah. Het is hoe je ermee omgaat. Ja, en, en als je ziet dat andere mensen het ook hebben. En dat ze er toch overheen kunnen komen. Ja, dat dat is power. Dat vind ik ook. Ja. Me eens. Met helemaal eens. Ja, mooi. Daar zijn we het helemaal <laughs> eens. <laughs> um, we gaan naar het volgende onderdeel. Het is namelijk de tijdmachine. Tijdmachine is onderdeel in onze podcast. Gaat iedereen op de bank. In dit geval jij, Jelonka. De kans om in de tijdmachine te stappen. Terug te gaan in de tijd. Naar een moment wat je nog een keer opnieuw wil beleven. Kan een moment zijn wat zo glorieus was en geweldig. Dat je die thrill nog een keer wil voelen. Kan ook een moment zijn dat je zegt van. Ah, dit heb ik echt niet zo handig gedaan. Dit kan ik beter. Dus ik zou okay. zeggen. Stap in. En nemen mee en waar stappen we, uit? What we gonna do right here is go back, way back, back. I'll be back. Oké, okay, cool. Moet ik nu als aangeven? Ja, jij mag uh, Oh afgeven, shit. Jij ja. ja, okay. bent de piloot? Ik ben een piloot, tijdmachine. Ehm. Uh, Wauw, er zijn zoveel, denk ik. Er zijn veel dingen die ik uh, beter of anders had willen doen. Ja. Ik ga eentje even kiezen. eh. Uh, Het ja, mag iets goed zijn, mag ook iets slecht. zijn. Het mag ook iets zijn wat, wat juist te gek is. Waar je maar je het heeft allemaal met vechtsport te maken. Want jij bent de piloot, jij mag kiezen. Oké. Okay. Ik denk, uh, er was een moment in, de, in, in, uh, in mijn carrière, dat uh, gevoelig iets. Uh, dat Lucien en ik uh, in de sportschool een behoorlijke discussie hebben gehad. Mm -hmm. Ja, en ik vond dat Lucien sorry moest zeggen. En omdat Lucien uh, heel lang erover heeft gedaan om sorry te zeggen, ben ik weggebleven. Tot hij sorry had gezegd. Okay. Dat was één ding. En ik, als ik het over zou doen, was ik de volgende dag naar hem toe gegaan. om hem te helpen sorry te zeggen. Daar waren we al sneller weer bij elkaar. Ja. En dan had ik weer sneller gevochten. Ja, dat maar is dat één zegt die kan met de wijsheid van nu ja. en niet misschien met de jeugdige onbezonnenheid van toen. Nee, dus dat is het punt. <laughs> toen ja. was ik niet zo wijs. <laughs> Waar ging die discussie over weer dat vertellen of is dat. Uh... Oh nee, ik weet dat kan ik je wel vertellen. Ik weet nog dat uh, ik was naar uh, ik had, we hadden gevochten. Tyron en ik hadden gevochten in Curaçao hmm. en we hadden beide gewonnen, uh, ik, kwam, ik, bleef, ik bleef langer, want ik had wat sponsoren die me daar wat langer hielden. Uh, Tyron moest terug. En uh, het was niet echt de bedoeling, toen de tijd mag je niet zomaar overal trainen. En uh, dat had ik dus niet gedaan. Maar uh, ik kwam dus terug naar Nederland en ik was dus helemaal hyped en enthousiast om weer te trainen. Allemaal in de bubbel. Ja, helemaal in de bubbel. Ik was happy dat ik weer aan de slag kwam, maar Lucian was echt boos over. Maar ik wist niet waar hij boos over was. Want nee. blijkbaar hadden andere mensen gezegd: van ja, dat ik uh, ben gaan trainen ergens en al dat soort zaken. En dat was niet waar. Dus toen zei ik uh, zo 18 8 ach, doods met de small stuff, it's all small stuff. Maar ja, misschien heeft, dat is een boek dat ik las. <laughs> dus ik dacht, ik gooi die kapper naar hem toe, toch? Van, doods met de small stuff. <laughs> en, en hij pakte dat niet zo goed op. <laughs> maar waarschijnlijk nee. achteraf denk ik, misschien omdat ik dat heb gezegd, heeft hij gedacht dat ik het bevestigde, dat ik elders ben gaan trainen. Ja, ja. Maar dat was helemaal niet waar, want nee. er was helemaal niks gebeurd. Dus eigenlijk gewoon een misverstand. Een zware misverstand. Ja. Het ging helemaal nergens over. Weet je? Het ja. had helemaal nergens, nergens mee te maken. Dus ik zei van, hey, dat is helemaal niet waar. Toen werd het een hele heftige discussie. En uh, ja, dat, dat liep een beetje uit de hand zelfs. Ja. En toen, uh, toen heb ik gezegd, ik kom pas terug als jij sorry zegt. En uh, toen dacht hij, nou, je bekijkt het maar. Denk je bedenkt wel dat je bent... Ik ben brutaal natuurlijk, in zijn ogen. En in vele hun ogen was ik brutaal. En, uh, en toen, toen zei hij later sorry. En, kijk, als ik het eerder had, als ik bijvoorbeeld de wijsheid had van nu, was ik de volgende dag gaan ja. Hoe lang heb je tussen gezeten nu? Een jaar. Een jaar. Ik was echt boos. Ja. Maar hij en, was ook echt boos. Ja. En wat is in het, in het jaar gebeurd? Ook oh, ben gaan squashen. Ik ben gaan squashen. <laughs> <laughs> gewoon wel wat anders gaan doen. Wat anders. Ik was ja. zo boos. Nee, maar het squashen was helemaal niet leuk. Dat is leuk, maar het was ook niet leuk. Ik, uh, ik ben, ik ben uh, een keertje uitgenodigd bij Mike, ben ik bij Mike te kijken, bij Dick, uh, Dick had me, en Hans hadden me toen gebeld, ja. kom, kom eens bij ons, ben ik even gaan kijken. Heb een keertje meegedaan, heb ik Bader ook gezien. En, uh, maar je weet, het voelt dan toch niet goed, weet je. Als je dan gewoon ja, ergens ja. anders naartoe gaat en eigenlijk heb je iets niet uitgesproken. Voel een beetje gaan. Ja, het voelt als vreemdgaan. Je ja, zo wel zeggen, ja toch, vreemdgaan van een sportclub. Ja, dat vond ik niet, dat zat niet lekker. Terwijl alle goede bedoelingen er zaten bij Mike en, mm. en bij Hans en bij Dick. En, uh, en toen heb ik ze ook netjes gezegd van nee. Toen een tijdje ben ik dan bij, um, bij Ramon gegaan, maar dat was nog Golden Glory. En toen heb ik, uh, heb ik in dat jaar wel met Ramon getraind, met Ramon Dekker. Ook niet verkeerd. Absoluut niet. Ja. En Ramon en ik waren echt close, wat dat ja. betreft. En, uh, en dan reed ik dan uh, dagelijks reed ik naar Breda. En dan had ik een, een voetbalmaatje van me, een voetbalvriend van mijn me, uh, meneer Redan, ja. en die voetbal dat dacht ik voor Telsa. Ja. En dan bleef ik bij hem dan in Roosendaal. Uh, tussen de middag roepte ik niet heen en weer naar Amsterdam, twee keer per dag. Dan bleef ik uh, bij hem in Roosendaal en dan ging ik dan ja. terug dat naar Ramo. Ik heb RBC waarschijnlijk, als het Roosendaal is. Ja, RBC, ja. ja Ilonka en voetbaljongen. Ik ken alleen Ajax. <laughs> ik ken alleen Ajax. is ook, ook wel enig wat je moet weten, Je moet weten toch? Ja toch? <laughs> Dus ik okay. bleef bij hem, bij, bij hem vaak in de middag. Ja. En dan game doen en dan ging ik weer terug naar, naar Ramon. En, dus ik heb wel getaiboxed, maar dan bij, bij Ramon. En dat zit. Ik wou het... zeggen, want het is eigenlijk dan een jaar, als je dan aan het score bent, een jaar misschien verloren in je carrière. Absoluut. Daar heb ik spijt van. Ja, maar tegelijk, als je een jaar met Ramon dekker steunt, kan ik me voorstellen dat het ook wel weer wat oplevert, toch? Ja, Ramon heeft veel met hem gesproken toen de tijd. Ja. Hij zei van. Uh, hij was degene die me, me een beetje uh, die hitte uit mijn hoofd kreeg. <laughs> want ik was best wel ja ik werd snel boos en uh, het zat me toch best wel hoog en uh, Ramon die sprak dan met me zei van ja Elonka je moet sommige dingen laten gaan het is dus allemaal gaat nergens over dit en dat weet je wel en uh, ik was toch ook een beetje geweest, dus ik pakte dat uh, dacht ik nou daar word ik de beste squash'er van de wereld <laughs> totaal nooit totaal geen balgevoel vind nee, je die nou ja, maar dan ga ik scorchen slaan, maar dan anders ja ja toen mijn rekken gekost hoor geloof me <laughs> die records zijn alle kanten opgevlogen als het niet kon ja. en die dingen gaan snel stuk dus uh, toen dacht ik te duur ga ik niet doen <laughs> Ben ik toch maar weer aan het Toen ben ik toch teruggegaan naar en Ik zei, Lucian oké. Okay. Ja, gelukkig. Staat erover. Ja, ja, was veel beter. Waar ben je het meest trots op in je, in je carrière? Uh, persoonlijk is dat ik uh, voor, voor achter mijn doelen aanga. Daar, daar ben ik wel trots op. Dat ik uh, dat heb geleerd hoor. Want ik moest dat ook leren. Het is niet iets dat, vast, het is iets dat vanzelf erin zit. Mm -hmm. Maar dat ik de begeleiding heb gehad om dat uh, te blijven doen. Mm -hmm. En uh, ik ben trots op mijn wereldtitels. Ik ben trots op, op mijn Nederlandse titels. Ik ben trots op mijn Europese titels. Ik ben trots erop dat ik een uh, inspiratie mag zijn voor velen. En uh, dat is leuk, maar soms is het best wel moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat ja. je, je ziet het anders dan, dan hoe zij het zien. Ja. Wij zien het als iets dat we gewoon moeten doen. En zij zien het als wauw, snap je? Dus het ja. is, uh, soms is dat best wel moeilijk. Moet ik ook goed over nadenken hoe ik daarmee omga. Ja. Ja, maar het is, ook, het is ook wauw, alleen voor jou is het gewoon geworden. Dat bedoel ik. Maar het is voor jou natuurlijk niet vanzelf gekomen. Het is stap voor stap gegaan en ben je op dat level gekomen waardoor je het gewoon mee kan vinden. Ja. Maar voor veel mensen is dat het uitzichtpunt, voor jou is het het eindpunt. Ja. Dus het en is ik ook, heb ook, het ook wauw, het is ook niet zomaar wat. Dat is waar, Denis. Ja. Dat is helemaal waar. Het is inderdaad wel wauw. Maar da daarom zeg ik toch, dan moet ik voor mezelf nadenken, verplaatsen in hun schoenen, hmm. hoe zij daar tegenaan kijken. Ja. En dat, dat vind ik soms wel moeilijk. Ja. Dus, uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat zijn, er zijn een heleboel dingen waar ik trots op ben. En ik denk van, ja, als ik de kans geef, dan deed ik het nog een keer over. Ja. Uh, want dat ja. is zo, zo leuk. Ja, mooi. Nou, we hebben toch een mooie uh, traditie van, 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 van vrouwen in de vechtsport op wereldniveau. We ja. Van Lucia Rijker, uh, jij, uh, Malus Koenen, die ik ja. al noemde. Germaine uh, ja. de, de Randemie, die nu zit in ja. de UFC-vecht. Uh, maar eigenlijk. Is het toch te weinig, toch? Veel te weinig. Hoe ja. ligt dat uh, aan? Ik denk dat. Um, kijk, weet je, vechtsport wordt gezien als een mannensport. Mm. En je ziet dat de laatste jaren de trend een beetje verandert. Dat vrouwensporten, vrouwenvechtsporten meer gewaardeerd worden. Ja. Ik denk dat er veel meer aandacht aan gegeven moet worden. Dat, uh, vanuit de women's point of view. Ja. Want uh, wij vrouwen hebben echt veel meer drempels om overheen te gaan. We hebben veel meer tegenwerking dat mannen ondervinden. Um, ons salaris ten, ten opzichte ja. van die van de mannen dat is gewoon een dag en nacht verschil. Ja. Um, en en dat, daar zit het nog aardig scheef in. Terwijl we wel dezelfde prestaties als niet meer doen, worden we toch niet gewaardeerd. Dus ik denk dat daar sowieso echt heel veel aan veel meer mee gedaan moet worden. Ja, Denise Kielholz bijvoorbeeld. Denise vind ik ook een ja, topper. Ja, ja, ja. Ja. Maar wat, wat, zou, wat zou dat moeten veranderen? Om, om meer dat media aandacht. Ik, ja. denk dat er bijvoorbeeld, ik vind het, uh, het standaard dat um, bijvoorbeeld als er evenementen komen, dan worden eigenlijk altijd de mannen geïnterviewd. Er wordt altijd een mm. verslag daarvan gemaakt. Waarom duik je niet eens een keertje in het leven van een vrouw? Ja. Hoe zit dat? Wat zijn de tegenslagen waar, waarmee zij te kampen heeft? Mm -hmm. Kijk, sorry dat ik het moet zeggen, maar het, het is wel, het is wel een, een item. Ik voel het niet zo, maar het zijn ja. wel items die, die gebeuren. Maar soms ben je ook nog eens een zwarte vrouw mm -hmm. in, de, in, in een mannenwereld. Ja, dus ja. dus in, in sommige landen heeft het helemaal geen hebben ze er helemaal geen problemen mee, maar in andere landen weer wel en dan wordt er toch wel veel nadruk gelegd op waar je vandaan komt ja. in plaats van wat je doet, wat je wie je bent en wat ja, je kan, ja. wat je kan ja. en wat je doet, weet je? Ja. Want uiteindelijk is het diezelfde vlag die omhoog gaat, hè? Ja. Dus, uh, dus, dat is sorry dat ik het moet zeggen, nee, maar nee, nee, zei... ja. Nee, luister, ik heb het er... gewoon zoals het is. Ja, het is zoals het is. Ja. Maar ik denk dat het handig gaat zijn als daar veel meer aandacht aan gebesteed wordt. worden. Wat, wat doen vrouwen anders? En ik denk dat als je die, die, de, de vrouwelijke vechters meer naar buiten toe brengt, mm -hmm. in plaats van standaard de mannelijke vechters, hebben ze ook een bepaald verhaal, ook een ja. andere boodschap. Um, los van die extra drempels uh, waar zij mee delen. Waar vinden ze hun inspiratie? Weet je, dat is ook heel belangrijk. Ja. Waar halen ze dat uit? Want Vaak moeten ze dan nu inspiratie weer halen uit een man. Toch, ja. want daar is weer een dikke over. Nou ja, maar daarom denk ik dat het ook belangrijk is dat er sterke vrouwelijke rolmodellen ja. zijn. Zoals een juist, zoals een Malou, zoals ja. een Jemene en een Denise en noem en ze allemaal maar op. Want weet je, waar raak je door geïnspireerd? Omdat je iemand ziet waar je mee kan identificeren. Ja. Als klein jongetje Precies. of als klein meisje. Je Precies. ziet Ilonka Elmond op een gala of op televisie en denkt dat wil ik ook. Dat toch, dat, dat moet je hebben. Meer diversiteit. Ja, ja. Ik denk dat je zou kijken: als je een, een fightcourt hebt, moet je niet uh, genoegen nemen met één of twee damespartijen. Dan zou je er toch wel drie of vier moeten hebben ja. van de tien partijen. Dus toch naar de 60-40 gaan. Ja. En uh, op, op basis van 10 procenten. Dat denk ik dat dat meest zou werken. Ja. En dan heb je ook meer meisjes die bijvoorbeeld aan de sport gaan doen. Vrouwen gaan zich ook beter voelen, zelfverdedigen, meer gewaardeerd. En ik denk dat dat wel een beetje de tijd is waar we nu in zitten. Wat, ja. wat die cultuur betreft. Ja. Ik, ik denk dat MMA wat dat betreft wel voorloopt op, op kickboksen tegenwoordig. Ja. Want kickboksen is het best nog een beetje achterhaald. En als dus je kijkt, met name UFC. En UFC nog niet eens zo heel lang. Want Dana White zei altijd van vrouwen gaan nooit in de UFC vechten. Totdat Ronda Rousey daar kwam. En was verdiende zo. Precies. <laughs> maar die zag daar natuurlijk de cash cow. Maar nu... Is het wel gemeen goed dat op elke kaart zijn wel een aantal vrouwenpartijen? Zijn ze ook main event, En uh, zijn Precies. er dus ook een aantal vrouwelijke supersterren? En dat ja. heeft wel een hoop barrières doorbroken, denk ik, uh, voor vrouwen, in, in de, met name in de vechtsport. Precies. Wat natuurlijk sowieso al een mannenbolwerk is. En uiteindelijk zie je, en ook, dat heb ik ook tijdens mijn carrière, carrière meegemaakt, dat er heel veel mannen bijvoorbeeld toch echt waarderen dat je als een vrouwelijke vechter daar staat. Ja. Ze vinden het gewoon geweldig, want ja. het is eigenlijk altijd van een man verwacht je het, en van een vrouw verwacht je het niet. En weet je, en sommige vrouwen zien er gewoon goed uit en ze hebben ook een boodschap, weet je, dus dat, dat helpt. Weet je, ik denk dat daar ook de media op mag in gaan spelen, bij wijze van spreken. Een, uh, voor, voor ontbijt of voor serial of voor een goede gezichtscreme. Weet je, dan gebruik je een keertje een vrolijke vechten. Ja. Dat, dat, dat denk ik dat, dat heel goed zou zijn. Ja, goeie. Nou ja, hè. we laten een <laughs> goede voorbeeld hier geven. Um, we hadden in het begin bij Dekking Lags, Kat of Hond, zei een heel duidelijke hond, dat het verhaal over de rotwalen verteld. Ik las ook ergens een verhaal, want je woont weer in Suriname nu, hè? Ja. Um, dat. Jij naar Suriname ging met vakantie, met je hond. En je hond daar zo ziek werd dat je het niet aan wilde doen om weer terug te gaan met hem. Ja, dat is waar. <laughs> dat je dat daarom bent, daar bent gebleven. Ja, dus ik wilde hem niet terugvliegen. Toen had ik daar huur ik een huis. En dan, uh, en dan, dan, maar het ging niet echt om het huis. Het ging om die ommuring. Ja. Dat hij een vrije ruimte had, een vrije tuin had waar hij veilig was. Okay. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Maar ik zat ook in een fase in mijn leven dat ik heel moeilijk nee kon zeggen. Ja. Dus als mensen me iets vroegen. Dus, en ze stelden van, ja Ilonga, kan je me met een project helpen? Dan was het altijd een ja. En dan vond ik het zo moeilijk om mensen teleur te stellen, weet je. En ik ben toch wel, een ja is toch wel weer een commitment dat je aangaat. En dan wil je het ook afmaken. En dat had ik dan ook. Dat heb ik nog steeds. Ik leer die nee zeggen. Dus I'm ja. getting there. <laughs> Echt nodig. Maar, maar zo is het begonnen, met mijn hond. En, uh, en, en dacht ik nou ja, als familie en ik regelmatig naar Suriname komen, dan hoef ik niet bij familie te gaan. Dan hoef ik ook niet in een hotel te gaan. Dan heb ik een plek. Voorwaarden, geef mijn hond eten aandacht, dat is alles. Dus dat is zoals het begonnen. En op een gegeven moment draaide ik dan projecten. Het begon met vechtsportevenementen. Ja. Dat heb ik in Suriname gedaan. Met dromen zijn realiseerbaar als je ervoor knokt. En daar heb ik, ja mooi toch? Heb ik een heleboel gevechtsporten bij elkaar gehaald. Met natuurlijk Thai boksen en MMA erop. En eigenlijk om die mensen van Suriname een beeld te geven dat je bent niet kansloos. Je hebt het gevoel van dat je kansloos bent. Mm -hmm. Weet je wat? Niemand is kansloos. Nee. Snap je? En dat kaartje dat zij kochten om naar een Thai Gala of naar het Gala toe te ja. gaan, dat was een bijdrage aan, 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 aan een project dat ik zou gaan ontwikkelen. Okay, yeah. Weet je, dat zou ik bijvoorbeeld gaan doneren. Dat was mijn eerste instantie mijn, mijn, eerste instantie, mijn gedachte. Ja. Maar het waren twee succesvolle evenementen. We hadden Wereldpers erbij. En, uh, en dat geld heb ik toen later gedaan voor onderzoek. Want ik dacht van kijk, als er toch zoveel talent is in Suriname, waar gaat het mis? Waar, waar knelt de schoen? En uh, toen kwam ik een heleboel, in Suriname is makkelijk zaken doen, als je, als je mensen kent. Ja. Toen kwam ik de directeur van uh, de grootste grootmaatschappij tegen, nou die was een fan, want hij volgde vechtsport. En toen Marshall, zei ik... yeah. ja? Ja, was echt muscle. En die zei van, luister, als jij een projectje gaat doen, dan geef ik je een kwart miljoen. En zo ging het dus. Toen zei ik, oké okay, is goed, dan gaan we het inzetten om een ja. gebied te ontwikkelen. Ja. Nou, dus heb ik uh, twee stadia gebouwd, eentje in, uh, in een district, zeg maar in een wijk uh, yeah. van, uh, zeg maar provincie kan je wel zeggen. In Onverwacht heb ik een, een sportcentrum gebouwd waar voetbal en slagbal uh, graag gespeeld werden. Ge gebouwd, gedoneerd. En hetzelfde heb ik gedaan in Brocopono, ander district. Gebouwd, ja. gedoneerd. Maar dan zit je nu te helpen aan um, degelijke sportfaciliteiten. Ja. Maar dan ontbreekt er de deskundigheid, toch? Want, want ik bedoel, als je een talent hebt, als ja. je talent ontwikkelt of wil gaan ontwikkelen, dan moet je kijken waar de schoen knelt, wat ik al eerder zei. Waar zit het dan vaak? Deskundigheid. Uh, dus trainers hebben opleidingen nodig mm -hmm. of moeten bijgeschoold worden. Ja. Twee, een ander punt is uh, goede faciliteiten ja. of een degelijke ja. faciliteit. En die moet bereikbaar zijn. Ja, dus eigenlijk gewoon de infrastructuur moet gewoon ja. aangelegd en verbeterd worden. Ja, dus daar heb ik ja. uh, jarenlang aan gewerkt. Dus uh, begonnen met, met dus die sportcentra. Ja. Ik begon eigenlijk, om eerlijk te zijn, met train-de-trainer trainerprogrammas met het ROC van Amsterdam en HVA. Ja. Toen had ik docenten over. Um, ...was ook een beetje een donatie vanuit het ROC en het HVA. En met mijn netwerk daar hebben we iets van... Pff, uh, ...het eerste jaar ongeveer 190 mensen ongeveer getraind. Gratis getraind. Gratis training weggegeven in vijf districten. En die gingen dan weer in hun wijk... Uh, ...kinderen van de straat trainen... ...en op die manier talenten identificeren. Wauw, ja. Ja, was wel cool. Dat ja. was wel nice. Ja. En uh, dat heb ik jarenlang gedaan. En uh, nou, daar praat ik nu over 2008 ongeveer... Toen werd ik hier in Nederland, samen met Richard Krajicek, Foppe de Haan en Jochem Uitenhagen. Die schaatsen? Eén van, ja. ja, die schaatsen. Ja. En, was het, en die dame die hockey speelde, was het Fatima denk ik? Fatima Wa Moreiro de Melo? Ja, volgens ja. mij was zij er ook bij. We waren met z'n zessen. Ja. Waren we waren zes sportambassadeurs van het uh, ministerie van VWS. Okay. En daar hadden we allemaal risicogebieden, of uh, zeg maar aandachtsgebieden, laat ja. me het zo stellen. En mijn aandachtsgebied werd Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Ja. Mensen met een beperking, nou, daar had ik totaal geen kaas van gegeten. Oké. Okay. Helemaal totaal nee. blank. Maar het is wat je nu dus heel veel doet? Ja, want op een gegeven moment, je moet denken, ik vlieg dan gemiddeld een vijf, zes keer op een jaar, want toen ja. woonde ik nog in Nederland, vlo vloog ik op en neer naar Suriname. Want als ja. je projecten in Suriname doet, dan wil je toch wel, moet je erbij zijn. Uh -huh. Blijkt uit ervaring. Dus je kan niet zeggen, oh ja, doe jij dat maar verder, maar dan wordt het echt niks hoor. Nee, nee. Je, je moet, moet er echt bij zijn. zijn ja. ja, je moet echt bij je projecten zijn. En uh, dan vloog ik vijf, zes keer op en neer om projecten te checken. Uh, toen ging het goed. Ik kreeg heel veel stagiaires van het ROC van Amsterdam, vanuit de uit Tilburg, HVA, sport en bewegen. Alles met sport en bewegen ja. kreeg ik over. En ik kreeg steeds mensen de vraag voor... Ja, kan ik niet werken met mensen met een beperking? Ik dacht, ja. ik heb helemaal geen, geen ervaring daarmee. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, en eigenlijk is het zo gegroeid. Nee. Toen zei ik, van, weet je wat, misschien kunnen we deze jongens uitzetten bij het speciaal onderwijs. heb ik een onderzoekje nee. gedaan waar, waar die kinderen zitten... Ja. Was het speciaal onderwijs, stichtingen, verschillende instellingen? Ja. En zodoende heb ik die jongens namens de foundation kunnen plaatsen. Ik had een goede projectassistenten, heb ik weer trouwens. En, uh, en die zetten dus de, de stagiaires uit, gingen we in het speciaal onderwijs doseren, de ja. trainers trainen, uh, programma's opzetten. Ik uh, werd toen uitgenodigd door uh, de USAID. Dat is uh, ook zo'n grote instantie, net okay, als de ja. UNICEF, waar ik ook ambassadeur van mm -hmm. een tijdje. En dan werd ik door USAID uitgenodigd, of ik niet. Uh, programma's in het Caribisch gebied wilde ontwikkelen. Ja. En, en zodoende ben ik dus daar blijven hangen. Weet je? En dan kwam ik dus weer terug op mensen met een beperking, waarbij we ja. uh, met physical education teachers, dat zijn uh, lichamelijke opvoedingdocenten, ja. hadden dus een project geschreven van hoe je om moet gaan met mensen van met een beperking. En dat ja. moest je dan een eendaagse cursus doen. Ja. En, en dan had je eigenlijk een beetje de handvatten, hoe je bijvoorbeeld met zo'n doelgroep om moet gaan ja. en brengen aan sporten en bewegen. Dat was dus een uitdaging, want, uh, want uiteindelijk bleek dat één dag niet voldoende was. Dus uiteindelijk heb ik mensen in Suriname bij elkaar vergaard. Uh, die hadden al meerdere trainingen van me gevolgd, uh, samen met de ROC. Ja. Hebben we toch onze koppen bij elkaar gezet. En dat is nu uitgegroeid tot een uh, vijfdaags voltijdstraining trainingprogramma ja, want ik vroeg aan het begin met dekking lagen van topsport of breedte sport. Zij volmondig topsport. Maar wat je nu doet, eigenlijk heel Is breedte sport. Breedersport. Want toen ik jou vorige week sprak, ja. in aanloop de naartoe, had je net een project met roze Basketballers. Ja. Dus je werkt heel met veel Gert met Jan met van der Linden uh, geloond en uh, Mark Alders. Ja, ja, klopt. Dus je werkt heel veel met mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Om, ja. ja, dat is vanuit de foundation. Hè? Ik heb meerdere petten op. Ja, 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 dus, ja, ja, dus je ja, hebt, je hebt starten, heel veel petten op. Ik, te veel, over. te veel. <laughs> nee, dus als we nu over de foundation praten, dan heb ik bijvoorbeeld heel veel sociaal-maatschappelijke projecten als ja. het gaat om kansarme kinderen in de zin van sociaal-economisch uh, zwak milieu, nou, of kinderen die in, in de jeugdgevangenis zitten, ja. daar heb ik ook wat projectjes mee, maar we geven uh, de kinderen met een beperking mediatechnisch meer aandacht, ja, omdat ja. zij in een verdomd hoekje zitten, dat ik het zo moet stellen. Ja. Nou, ik heb vorige week samen met uh, Fonds Kind en Handicap uh, Basketbal Experience Nederland, hebben wij uh, 3x3 rolstoelbasketbal geïntroduceerd in Suriname. Ja. Hebben we twaalf rolstoelen gedoneerd en 15 basketballen. Maar daaraan voor hebben we dat trainer-trainingprogramma ingezet waar ik het net over had. Ja, ja, en maar specifiek gericht op 3x3 ja. rolstoel basketbal. Nou, Zo'n project start ik op, doneren we aan de Surinamse Basketbal Associatie. Ik trek me terug en zij ja. gaan dan weer verder. Ja, dus eigenlijk werk ik aan de infrastructuur. Ja. Ja. Heb je zelf wel eens gedaan, rolstoelbasketbal? Ik heb voor het eerst in de rolstoel gezeten uh, vorige week. Ja, jongen, het is echt verschrikkelijk. Ja. Ik, ik, ik ben als de dood om achterover te vallen. Ja. Weet je, want uh, die sportrolstoelen zijn, pas, uh, ze zijn verschrikkelijk snel, maar het is moeilijk om ja, balans te ba pakken. Ja, ja, ja. En dat je dan nog gaat rollen met balans. Dat is best wel ingewikkeld ja. hoor. Jij zegt dat je moet een beperking voor hebben. Volgens mij moet je extra skills hebben juist om dat te kunnen. Je moet extra skills hebben. ja. ja, ja, ja. En daarom was het ook belangrijk tijdens onze training. Want ik zei van ja, misschien is het handig om die, die trainers zonder beperking toch in een rolleschool te zetten. Ja. Zodat ze dan um, zich beter kunnen ze indenken. Kunnen verplaatsen, verplaatsen in De wereld iemand. van waar de mensen waar ze mee werken. Ja, ja. dus dat is ook anders coachen. Ja. Snap je? Dus, uh, dus, dus dat hebben we dus afgelopen weekend gedaan. En, uh, maar uh, dat, dat is wat ik meestal doe met de Foundation. Dus we wij helpen ja. kansarme kinderen en mensen met een beperking op, op weg. Maar ik heb natuurlijk ook de pet van uh, de Surinaamse Tyboxbond ja. op me. Ja, ook nog even erbij. Ja, ja fjong, echt. En uh, daar ben ik bezig, uh, daar de, sport, de infrastructuur aan te leggen. Die, die zitten we nu goed. Het is dus mooi ja. afgestemd op uh, de internationale regelgeving in de vechtsport. Dus in principe. Ze hebben eigenlijk, nou in principe, we zijn aangesloten bij de WACO, we zijn bij de ISK aangesloten. We zitten, dus we zijn uh, internationaal ook erkend. Ja. Dus dat heb ik wel ook kunnen regelen voor, uh, voor Suriname. Ik denk dat ik misschien nog een jaartje aanzit en dan uh, ga ik verder, want het is veel werk. Ja, begrijp ik, ja. En ik heb nog een paar vechters met wie ik werk. Dus uh, ja. ik ben nog steeds uh, als uh, topsport. Dus met Domelso Schet, die, uh, die breng ik dus uh, naar de topsport. Mooi. Ik wil ja. nog meer met jou praten over uh, nou ja, wat je allemaal do doet in Suriname. En dat je dus inderdaad gelukkig ook nog bij de sport betrokken bent. Ja, maar dat kan ik niet laten. Ik, ik overweeg toch wel meer naar Nederland toe te komen. Dus misschien dat ik in een jaar of twee weer hier woon. Daar lijkt het toch wel weer een beetje op te komen. Misschien wel eerder, want mijn zoon die uh, gaat studeren. Uh, nou, nou ja, studeren. <laughs> hij, 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 hij moet, ik denk dat hij zijn middelbare school hier moet doen. En, uh, en dat ik dus weer in Nederland ga zijn. En, en dan ga ik veel meer in de vechtsport weer bezig zijn. Ik, ga, ik doe veel motivational talks. Ja, um, Ja, dus Dennis, ik, ik ben wel, wel druk, ja. Mooi. Um, we gaan eerst even naar het volgende onderdeel. Dat is namelijk het onvoorprezende en onovertroffen Mount Fight More. Uh, Mount Fightmore is ons onderdeel. Kijk, we zien ze daar al uh, verschijnen op beeld. Uh, ooit opgesteld door Maloes, mijn uh, voormalige partner in crime hier in de podcast. En mijzelf. En het zijn eigenlijk. Je kent Mount Rushmore? Dat zijn de Amerikaanse presidenten daar uit de rotsen gehouden. Nee. En <laughs> Mount Fightmore zijn onze. Eigenlijk onze inspiratiebronnen. Dus de, de mannen of vrouwen naar wie wij vroeger opkeken. en uh, die onze liefde in de vechtsport hebben aangewakkerd. En voor de mensen Zeker. die ze nog niet kennen. we zien natuurlijk Ramon Dekkers, waar we het net over hadden. Uh, uh, Bas, Bas Rutte, Rutte. John Bloeming en uh, Bruce, Bruce Lee. Lee. En uh, de vraag aan jou is: Ilonka. als jij één iemand aan de Mount Fightmore zou mogen vereeuwigen. wie zou jou kiezen, met andere woorden? Wie is jouw grootste inspiratiebron of wie uit de vechtsport? Ramon Dekkers. Ja, ja hij is ja. al, dat is mooi. Ja, hij is er al. Oh, wacht even op, ja, ik mag niet van die. Oh. Mag iedereen zijn die wil. Hoef oh, niet even nee. deze vier. Dan, dan geef ik hem aan, aan, aan Gilbert Eiffel. Gilbert Eiffel? Ja. ja? Ah, ik geef hem, ik hem toch aan Gilbert. Ja. Ja. Ik geef hem aan Gilbert, omdat voor mij dan... Gilbert is uh, iemand geweest die mij geïnspireerd heeft. Ja. Um, wat ik al eerder tegen je zei, voor het interview, zei ik van... Gilbert heeft een uh, uitzonderlijk talent. Ik heb geen enkele zwaargewicht... Uh, zien doen wat, die, wat Gilbert heeft gedaan. Nee. Op 93 tot 95, zeg maar 97 kilo was Gilbert onverslaanbaar. Ja. Explosie, kracht, agressie. Gilbert had het complete pakket. En uh, ja. ja, wat Gilbert uh, heeft uh, gedaan, ik, nogmaals, ik heb niemand dat na zien doen. Met nee. dat gemak waarmee Gilbert het kon. Nee, ik heb, hem, ik heb hem hier ook toen, hij is nu maar een vaste maatje bij de Gouden Kooi, maar ja. ooit gewoon als gast op dezelfde plek waar jij nu zit in de in effectsbazen. De en toen zei hij uh, van zichzelf: Ik had de beste ooit kunnen worden als ik bepaalde dingen anders of beter had gedaan in mijn leven. Mee eens, ja. klopt. Als Gilbert, uh, ja, hij had de eerste niet bij ons weg moeten gaan. Daarmee, nee. dat, 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 dat was de eerste stap geweest. Ja. En ik, uh, dat is één, was Gilbert echt een, ja, hij was toen al uitzonderlijk talent. Als Gilbert vocht, kreeg je kippenvel. Je stond op tafels <laughs> om, ja. om Gilbert aan te moedigen. Dat wat Gilbert losmaakte bij mensen, heb ik, heb ik eigenlijk bij geen enkele andere vechters meer gehad als bij hem. En, uh, en ik denk dat als Gilbert uh, ja, meer mentale begeleiding had gehad, dus over, over zijn leven naast de vechtsport, mm -hmm. dat hij het uh, veel beter zou kunnen doen. Bijvoorbeeld, ja. hij had echt een manager nodig die... Het met hem meende. Ja, weet je, bijvoorbeeld. Die het beste met hem voorraad in plaats ja, van met zichzelf. Ja, ja, ja dat ja. bedoel ik toch. Dus dat hij bijvoorbeeld, um, goeie, bijvoorbeeld. Hoe zou je met je geld om moeten gaan? Weet je, een financial planner. Um, hoe zet je je traject uit ook na de vechtsport? Wat doe je naast je vechtsport tijdens de vechtsportcarrière? Ja. Hoe zet je je bijvoorbeeld maatschappelijk in, maar ook anders in? Ik denk dat Gilbert daarin een heel goed voorbeeld geweest zal zijn voor iedereen. Ja. En, um, ja. En er was nog iets. Ik denk dat hij. Uh, niet te snel had moeten gaan naar Pride. Okay. Dat ben ik nog steeds van mening. Ik denk ja. dat als hij nog een tijdje door had gevochten in rings ja, daar en in ja. Daar maakte hij, was hij al onverslaanbaar, was hij ja. al de beste. Hij was bezig al die Japanners uh, uh, klem te zetten, maar dan ook letterlijk. <laughs> en uh, als hij dat had gedaan uh, in beide, bij beide branches, dan, was hij, dan had hij meer ervaring ja. en dan zou hij beter zijn mannetje staan in Pride. Okay. Ik denk niet dat hij, ik denk dat hij uh, het langer zou volhouden bij Pride. Mooi, mooi. Hij heeft zelf altijd, als je hem vraagt over wat zijn uh, karakteristieken of mooiste gevechten heeft hij altijd de gevechten met Bob Schrijber drie keer tegen. Net als een slokfest. Ja, ja. ja, alle drie de keren. Ja. Um, ik denk mijn persoonlijke favoriet, en dat is omdat ik daar zelf bij was en ik daar een onge onvergetelijke herinnering aan heb, was tegen Steele, was Kasteel. Ja, wat wilde ik net zeggen. Ja, in de Verse Banen met blote handen. Ja. En ik weet, ik zei, ja die omloop, zeg maar, daar, daarboven, weet je, die, ja. om die ijshoekje saal was het volgens mij. Ja. En ik stond daarboven en ik zat met die vlakke handen, die oorvrijgen en je hoorde het, tot achter <laughs> de het klets. En dan hij weer, en dan Joop weer en om. Dat ja. maakte zo'n indruk op mij, dat vond ik zo legendarisch. dat is ja. echt, vond, ja. vond ik ook. Ik vond Joop, zijn partij met Joop vond ik ook ja. een van de betere. Schitterend. Ja, niet Bob, want bij Bob was het gewoon een echte slokfest, dat was gewoon rauw knokken. Ja. En uh, ik ben ook bij alle drie geweest, ik was er altijd bij. Maar van Joop vond ik daar gebruikte hij ook meer uh, techniek. Ja. En als je gaat kijken naar zijn benenwerk, wat hij deed, de, was de, gewoon top. Knieën, die afhouders, en, ja, die ja. knieën, hij wisselde af. Ik vond dat technisch gezien een mooiere partij. Ja. Ja. Ik vond hem trouwens, als ik. Uh, ik ben vergeten tegen wie het was. Uh, in Japan vocht hij bij Rings. Vocht hij tegen. Was het Takashi? of Ik weet niet meer zijn naam vergeten. Ja. Maar dat was een goede vechter. Maar wat Gilbert heeft gedaan, hoe hij zich losdraaide elke keer. Ja, toen dacht ik, nee, ja. Gilbert gaat echt goed worden op de grond. Ja, ja hij, hij stond zo snel op. Die Japaner wist bij God niet wat hij met Gilbert aan moest. Dat vond dat ik tot nu toe. Ik moet even nadenken hoe die man heet. Ja. Vond ik een van zijn beste wedstrijden ever. Heb je zelf een persoonlijk uh, mooi moment? Gewoon, je hebt ook heel veel herinneringen aan hè? maar maar mooie anekdote of herinneringen met Gilbert samen, die je zo te binnen schiet nu. Ja, zeker. Een <laughs> hele grappige. We waren naar uh, de de regio, we waren bij bij de Rembrandtsplein, waren we bij de maar ja. <laughs> was voor onze wedstrijd. En uh, waren we tussen de middag na de ochtendtraining zijn we naar Rembrandtsplein gegaan, zijn een beetje aan wandelen daar zo in de straat en bij de Febo gestopt. En ik zeg nou tegen Gilbert, hey, als Sens erachter komt, gaat hij boos worden, dat we patat eten. Weet je? Dus, ja, dan ben je patatje eten. Ik met oorlog, want dat is wat ik eet. En hij had de patatjes zonder besteld, maar met een cola. Want, hij is op dieet. Ja. Dus hij neemt de mayonaise ook niet. Dus dat was een hele goeie. Dus die eind, eindfase komen we dus later in de gym. Uh, S'avonds moeten we trainen. En zeggen, ja, wat hebben jullie vandaag gegeten? En hij zegt, Domme jongen, gaat die vertellen dat we patat hebben gegeten, maar het was een patatje zonder. Lucien, hoezo een patatje heb je patat gegeten? Hoor hem maar het was zonder. <laughs> hoe kom je erop? <laughs> Ik gebruik het nog steeds hoor. Dat mooi. was echt een typisch Gilbert moment jongen. Ja, 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 mooi. Met mooi. cola hè, dus, dus dat patatje lekker, zonder. Lekker colaatje, lekker. lekker gezonde sportmaaltijd. Dit is echt Gilbert was niet goed. Het <laughs> was wel lachen we gaan even kijken naar Rida. Rida, onze sterfslaggever, die we elke week op pad sturen naar een uh, bekende vechter, vechter, om uh, zijn signature move uh, te laten zien en uiteindelijk ook op hem bot te vieren. En uh, deze week gaat hij naar Ethical Bayrak, dus laten we daar even naar kijken. Dit zijn uh, mijn debuuthandschoenen, man. Nee, joh. Ja. Nee, joh die joh. heb jij nu gewoon even aan. Deze had ik aan tegen Wissen. Ah, hoe je de bid by glory. Ja. Yeah. <laughs> Is my Hij komt voor de show. <laughs> Ja, als hij bij jou langs zou komen, wat zou jouw uh, secretje move zijn die je aan hem zou willen leren? Aan Bayrak? Nee, aan, uh, aan Reda. Aan Reda? Oh, uh, ik, wil, ik, ik ben de laatste tijd in mijn draaitrappen, dus ik zou een mawassi geven en dan van de, van de mawassi de draaitrap inzetten. Dat zou ik hem geven. Oh. Ja, die is toch te gruw. Mooi, mooi. Je ja, was wel, wel van mooie traptechniek altijd ook, hè? Ja, ja. ik heb wedstrijden met Lucien gevochten, dat, uh, dat Lucien zei van uh, vandaag wil ik alleen, alleen benen zien. Ja. En dan mocht ik mijn armen niet gebruiken. Daarom vocht ik sommige wedstrijden. Vochten wel beperkt. Ja, weet in je? wedstrijden ook? Ja, ja, nee, ja. ja, ja. Oh. Dat deed hij. Hij gaf ons opdrachten, weet je. En uh, hij, hij gaf ons allemaal opdrachten. En bij mij zei hij vaak, van, ook tegen Tarek toen de tijd. Um, Tarek en ik kregen de meeste opdrachten. Ja. Van hoe hij, wat, hoe hij wedstrijd wilde ja. zien. Tarek was vaak enig op een leverstoot. Bij mij was het uh, of trappen of hij wilde alleen knieën zien. Ja. of hij wilde alleen, Dat had te maken met de wedstrijd die daarna kwam. Ja. Of het had uh, alleen maar trappen moeten zijn, trappen en knieën. Of low kicks. Ik heb een partij gevochten met vijf rondes lang. Alleen Low-Kicks? Alleen Low-Kicks, kick. low low Zonnehuis. <laughs> ja. <laughs> ja, alleen Low-Kicks. Geen, geen stoten, mijn handen waren alleen daar voor verdediging. Arme dame die het eigen stond. Ja, klopt. Het was Bel een Belgische uh, Maas heette ze volgens mij. Maar uh, ja, mijn waren we grote ei, alleen maar eieren op mijn Maar zij, leken op pizza. <laughs> <laughs> maar je bent nog steeds, we net even, je bent nog steeds bij de sport betrokken. Je bent inderdaad Zeker. als voorzitter van de van de Surinaamse Bond ja. um, en je begeleidt ook nog nog vechters. Ja. Um, hoe is het met de sport? We hadden het eventjes over Don Daar wil ik het over hebben. Die uh, van Surinamers, maar die heel lang hier heeft getraind, mm. voorbereiding wat hij deed. En vorig jaar of anderhalf jaar geleden is op geen beslissing genomen om zich echt weer, eigenlijk wat jij hebt gedaan, in Suriname te vestigen, om daar zijn trainingen te doen, maar ook om een soort van uh, inspiratie te zijn voor uh, lokale jeugd, om te ja. zien dat je, nee, je hoeft niet per se ergens heen om wat te bereiken. Je kan ook ja. van Suriname kan je gewoon de top bereiken. Ja, dat denk ik wel. Ik vind het sowieso nobel van Donovan Wissen dat hij dat doet. Ja. Knap eigenlijk, uh, want uh, die Surinaamse vechters en die Surinaamse jongeren hebben inspiratie nodig. Ja. Zeker nu. Het gaat nu niet zo goed in Suriname. Uh, financieel niet, want ja, het geld is echt uh, alleen maar minder waard aan het worden. Ja, um, ja mensen komen gewoon echt niet uit en, en jongeren gaan daar makkelijker de criminaliteit in. Dus ik denk dat dit een hele goede set is van Donovan om ze te motiveren om te gaan sporten. Ja. En uh, ja. Ik vind het sowieso een nobel van hem. wat je ziet onder wat voor omstandigheden sommige mensen moeten trainen. Dan denk je echt van wauw. Ja, wat voor omstandigheden vertelt het? Nou ja, kijk, uh, sommigen hebben niet eens materialen. Nee. Weet je, ze proberen, sommigen gaan tegen autobanden aanschoppen. Uh, dat ja. is zeg maar de oude stijl. Oldschool, ja. Echt de letterlijke, letterlijke oldschool. Weet je, um, dus sommigen hebben echt matten, maar anderen hebben gewoon een zaal. Anderen moeten buiten trainen op een parkeerterrein. Uh, weet je, dus het is niet altijd even makkelijk voor de Surinaamse vechters om ergens te komen. Nee. Ja, je moet het. Kijk bijvoorbeeld, als ze een uh, handschoen moeten kopen, hebben ze gewoon een sponsor nodig om hen te helpen met handschoenen. Ja. Of uh, sommige dingen zijn gewoon niet te vinden. Ja. En dan kom je ook weer terug op die, die dat infrastructuur. die niet ja. Voldoende is en, en uh, gebrek aan middelen, want talent is er. Plenty. Absoluut. Ja. Ja, je hebt, je hebt jongens, jongeren die, uh, die, die hebben gewoon echt een knokkersmentaliteit en die gaan ja. er ook voor, maar dan hebben ze ook nog die mentaliteit en talent, nou, dat, dat, heb, dat zie ik in Domel zo, ja. en uh, die heeft dat echt. En ik zie ook wel dat je dat uh, dat zo'n jongen gewoon keihard werkt, of hij of je nou know, vandaag voor hem gaat petsen of niet, hij gaat trainen. Ja. En 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 uh, of je nou know, rondjes moet rennen of hij moet een, een, een band slepen aan een touw om om zijn energie kwijt te raken, hij gaat het doen, ja. snap je? Dus dat zijn mooie verhalen. Ja. Jongens, die jongens in Suriname doen het echt met heel weinig. En, uh, en ze willen wel heel graag naar de top ja. komen. Ja. Maar je weet van de overlevering, van alle verhalen, dat mensen die in hun jeugd met niks beginnen. En tegen, ja ja, uh, adversity, ik weet het goede naam woord, maar uh, met tegenslagen moeten omgaan. En, en tegen de, de stroom in moeten zwemmen. Daar worden de grootste kampioenen geboren. Dus je zou zeggen, ook. met het talent wat daar is en, en met omstandigheden die ideaal die, die zijn. Dat je wel de mogelijkheid moet zien om kampioenen te kweken daar. Ja, ja, dat zeker. Maar, uh, dat zeker. Dus ik ben daar totaal mee eens. Ik, yeah. denk, ik denk dat dit hun vormt. Yeah. Dat, is, dat deze moeilijke omstandigheden hun zeker vormt. Het enige wat je dan krijgt, uh, is dat ze dan uh, naar het buitenland moeten kunnen gaan. Yeah. En dat is toch natuurlijk iets op, op beleidsniveau, dus overheidsniveau, om dat uh, goed op te lossen. Yeah. Ik snap niet dat er bijvoorbeeld een, uh, geen sportvisum uitgegeven wordt. Nee. Uh, want een Surinamer, ik heb voor het eerst de procedure gedaan, mm -hmm. laatst voor, voor die Surinaamse jongens. Yeah. Dat is een ellendeman. Ja. Yeah. Het was, een, het was een pak weg. Het, het is een pak met meer dan 14 documenten dat ik heb ingeleverd. Simpelweg om een visum te krijgen van een maand. En, en dan wordt het ook nog eens afgewezen. Het was heel om ja. zo'n zo visum aan te vragen. Ja. Ik, ik zag een verhaal op jouw Instagram volgens mij. Als ik dat die je samen met twee vechters was twee weken geleden. Zo hier had je dan gamma was wereld ja. MMA wedstrijden of ja. hoe dan ook. Uh, is jij met een paar vechters komen en dat lukt uiteindelijk niet met allemaal omdat ze geen visum krijgen. Ja, dit is het verhaal. Ja. Dus daar had ik echt alles letterlijk waterdicht in kannen inkruiken kruiken om de jongens weg te laten gaan. We hadden sponsoren, God weet waar ze sponsoren hebben gevonden. Ze ja. hebben echt sponsoren gehad die hun tickets hadden betaald en alles. Ja. Het enige wat er moest gebeuren is een visum krijgen. Ja. En dan werd op, op rare redenen aangegeven: echtheid van documenten. Nou, dan bel je toch het NOC, NSF, dan bel je toch Gamma uh, om ja. te kijken of het klopt of niet. Nu is het evenement voorbij, die jongens hebben een kans gemist. Waarom? Omdat gewoon een of andere people een kruisje gewoon zet van nee, je krijgt geen visum. Maar hoe is het mogelijk dat iemand vanuit Suriname met, met de geschiedenis en, en, en de ja. connectie die er is met het land, dat dat dan niet lukt? Dat is toch... Snap ik niet. Mindboggling. Ja. Ik, ik weet het totaal niet. Ik, ik, ben, ik ben totaal verbaasd. Het was ook mijn eerste keer hè. Dus ik moest laatst, uh, wat de pers betreft in Suriname, toch een beetje op mijn woorden passen toen ze me hierover interviewden. Maar ik heb wel de waarheid gezegd. Ik ja, zeg, ik begrijp niet dat dit kan. Nee. Ik zeg, want ik vind ook nog echt dat um, topsport is, of het nou Nederland of Suriname of Amerika is, het zijn wel je visitekaartjes voor het land, weet je. Um, wij, wij, wij werken daadwerkelijk naar resultaten toe. Of het nou een winst is of een verlies, maar wij, ja. wij presteren. En uh, dat kan je niet over de politiek zeggen. En uh, ja. over het bedrijfsleven kan je het pas uh, aanvicht, aanvinken aan het einde van een kalenderjaar. Ja. Wij, komen ja. met een, wij gaan naar een evenement, we behalen winst ja. of verlies, maar we presteren en we ja. komen terug. Ja. We zetten een land op de wereldkaart, of het nou Nederland, het maakt niet uit. Suriname ja. is, maakt niet uit wat je doet. Maar wij zijn het visitekaartje van het land. Ja. Wij verbinden mensen, wij inspireren. Dat is de taak die aan ons weggelegd is, dat ja. meegekomen is met, onze succes, met, onze, met, met het harde werken dat wij ergens inzetten. Ja. Wat, wat zou dan moeten veranderen, vind jij? Denk jij omdat... Ja, ik denk dat uh, de, de, als het tussen Suriname en Nederland gaat, denk ik dat de banden, uh, ze zeggen dat de banden warm zijn. Ja. Maar ja, dat zou je moeten werken met het afschaffen van het visumbeleid. Ja. Dat denk ik. Ja. Dus ja, wat zou moeten veranderen? Visum afschaffen, dat zou ik moeten zeggen. Ja. En laat, laat de mensen nou heen en weer reizen. Ja, Waar ben je bang voor? Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat, bij wijze van spreken, dat is gewoon mijn gedachte dan. Wat, wat heeft Suriname nou aan inwoners? 500.000 mensen? Ja. Niks. De gemeente Amsterdam is groter dan, dan heel, ja. heel Suriname. Dus qua inwonersaantal. Maar mensen uit Colombia ben ik pas achtergekomen, die kunnen gewoon visumvrij. Miljoenen inwoners ja. Die kunnen visumvrij reizen naar, naar Nederland. Ja. En ze kunnen hier blijven hangen, voorbij een visum gaan, illegaal hier blijven en daar maakt Nederland zich geen zorgen over. Ja, ja. Maar over een handjevol mensen maak je zorgen ja. over. Dat gaat ook niet. Ja, toch niet? Dat toch een beetje raar. Wat zouden dan liggen, zou dan bijna zeggen? Pardon? Ik waar zou er dan liggen, zou dan bijna afvragen. Je kan misschien denken dat het voorheen met de regering Boutussen, dat het daarmee te maken had, maar dat is allemaal alweer... Nee, maar dat, dat visumgebeuren schijnt al jaren iets, iets ja. te zijn. Dus het heeft niet speciaal met die regering te maken, denk ik. Nee. Ik denk dat ze al. In de 70-er jaren, of misschien eerder sinds dat Visumding aangeschaft werd, ja. dat dat afgeschaft moet worden. Ja. Dat denk ik. Maar goed, ik ben niet uh, zo goed in politiek hè. Dus ik wil nee, nee, er niet mee. Nee, dus misschien loop ik politiek. alleen maar rare dingen te zeggen. <laughs> dat kan ook. <laughs> nee, nee ik, weet er, ik weet er niet genoeg van ook om te zeggen, iets ja. zeggen dat dat makkelijker gemaakt moet worden, inderdaad. En allemaal, ja. Als je ziet ook wat Nederland. Aan, aan sportgebied, op sportgebied te danken heeft aan, aan Surinaamse nou, atleten. Bo, aan hem, behalve jezelf en alle goede kickboxers die we gehad hebben, kijk is dat naar ons elftal om uh, door ja. de jaren heen om wat te noemen. Ik ja. 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 ben ja. met je eens. En, en dan denk ik, kijk, in Nederland doet het goed. Nederland waardeert de sporters. En, uh, en, 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 oh, en het is uiteindelijk Nederland die toestemming moet verlenen aan zo'n vechter om het land in te komen. Mm -hmm. dan, je erkent onze sporters ook. Nou, laat ze komen, zou ja. ik zeggen. Ja, toch? Je kom, weer, je kom weer terug naar Nederland, zei je, dus waarschijnlijk ja. over een jaar, twee jaar of zoiets. Ja, we zijn ermee bezig. In principe, nee. um, ik, denk, uh, ik denk dat alles in, in je leven gebeurt in fases. Ja. Snap je? Net als een fase van topsport ga je ongeveer tien jaar mee. Ja toch? Ja, nou ja uh, meer of meer. Ja, ja. ja toch? Ja. Als, je het, als je het gaat bekijken in fases. Ik denk um, dat ik nu mijn um, fase aangeven, uh, nu ook tegen de tien jaar aan zit. Dat denk ik dat ik dat ook wel mooi heb gedaan. Dan kan ik kan nu dat ook aftikken voor mezelf. En, uh, en dan gaat mijn fase nu verder en ik denk dat ik mij um, meer wil inzetten als sowieso als motivational coach. Nou ja, motivational is het woord, is niet het juiste woord, maar meer mm -hmm. inspirational coach. Ja, Want goed. iemand motiveert, kan je al motiveren, maar het gaat om een stap terug, dat is bij inspiratie begint het. Ja. En um, ja, toch? En, en ook als, als trainer, als trainer dat inzetten. Want ik denk dat ik toch wel een, uh, wat bagage heb om te kunnen delen met anderen. Dus je wil echt weer gaan ontwikkelen in de sport. Gewoon ja, zeker. Talentjes ik denk gaan dat ik... kweken en ja. begeleiden. En met, met de kennis die je hebt natuurlijk. En, ja. en alle goede dingen, maar ook de valkuilen waar je ben misschien bent ingestapt. Ja. ja. Ik denk dat ik uh, nu in mijn leven daar ook klaar voor ben. Want ja. uh, het is me wel eerder gevraagd hoor, om dit te doen. Al jaren geleden, maar ik was mentaal niet daar. Weet je, ik, ik moet ook eerlijk zijn. En op het moment dat jij nog twijfelt en je wil je, je, vechts, je bokshandschoenen nog aandoen en je twijfelt om zelf nog de ring in te gaan, ja. weet je. Of moet je nou die trainer zijn? Weet je, dat, dat is een, 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 ja. een tweestrijd dat ik constant in mijn hoofd heb gehad, maar ook in mijn hart, ja. weet je. En uh, ik moet dat toch een plek geven. Okay. En nu heb ik toch wel een plek gegeven dat ik zeg van, weet je, als ik ga kijken in mijn na-carrière, dan is dat toch een beetje de, kans waar, de kant waar ik naartoe zou willen gaan. Ja. Mooi, mooi. Ja, ik vind het te gek dat je bij de sport blijft. Want je hebt zoveel kennis en inspiratie en, en ervaring dat het zon is. Uh, en, en dat vind ik niet alleen voor jou, maar voor een hoop andere sporters ook, dat het verloren gaat, weet je. Uh, ja. Pay it forward, hè? zeggen ze al toch, dat het ja. weer terugkomt. En uh, helemaal op het gebied van uh, topvrouwen in deze sport, waar we gewoon oh, al niet genoeg van hebben, uh, is het mooi dat je dat uh, ja, blijft doen. En zie je jezelf dan inderdaad ook weer als, als coach echt actief? Vechters naar de ring brengen of zie je dat op een ander niveau? Te doen? Ja, ik zie dat ook wel gebeuren. Kijk, ik, om even terug te komen op dat gedeelte van um, mental coaching of motivational coaching of inspirational coaching. Mm. Um, heb ik altijd geroepen. Topsport is business. En business ja. is topsport. Het is ook altijd ja. een van mijn thema's geweest. Dat wanneer ik voor de, bij bedrijven ga, zoals ik, zeg maar wat, um, bij de Achmea. Heb ik wel vaker een motivational talks gehouden en noem maar op. Uh, ik, dat is maar even één van op te noemen. Dan praten we toch wel over uh, waarom topsport business is. En mm -hmm. business topsport, dat heeft te maken met je mindset. Uh, want iemand die in de top presteert, in een business top presteert, die denkt eigenlijk hetzelfde in concept yeah. zoals wij denken om hoe wij in de topsport komen en hoe we bijvoorbeeld kampioen worden, maar ook kampioen blijven. Precies. Yeah. Ja, toch? Yeah. Dus dat heeft eigenlijk allemaal met... met met elementen te maken in je vechtsportcarrière, wat is nodig om daar te komen en ook maar met, met name daar te blijven. Eh, als je daar bent gebleven, wat zie je op, de, op die hoogte en hoe breng je het verder? Ja, toch? Dus dat, dus dat is waar we dan naartoe gaan. <laughs> je lacht. <laughs> ja, nee, ik vind het mooi dat je het vertelt. Ja, ja. En, en als je dan bijvoorbeeld weer met, met. Dan ga ik daar weer een stap terug en dan denk ik van nu ben ik bijvoorbeeld met. Uh, ik, ik, ik focus nu wel veel op de mijl, maar nu ben ik weer in Nederland, ga ik Mooi. me ook weer focussen op anderen. Uh, maar als ik met hem bezig ben, dan geef ik het hem ook aan. Dan vertel ik hem ook van, luister, maak niet de fout die ik heb gemaakt. Het, je, je, kan, je kan twee dingen kiezen. Je gaat zo, je gaat linksom of rechtsom. Beide keuzes die zijn, zijn er voor jou, jij moet ze maken. Maar hou er rekening, rekening mee dat dat en dat kan gebeuren als je ja. voor keuze A gaat. En ja. als je daar en daar gaat voor keuze B. Ja. En, en, uh, en dan, dan leg ik toch weer de verantwoordelijkheid bij hem. Dat hij bewuste keuzes maakt. Of bij de vechter. Die maakt dan bewuste keuzes. Maar dat ik hem trigger om na te denken. Weet je, want als jij de ring in gaat, dan ga je ook niet zomaar vechten. Je, je denkt ook na. Weet je? je, je denkt na over je fight Over de wapens die je inzet. Op de technieken die eraan komen. Hoe je gaat verdedigen. We zijn niet, we zijn niet gewoon domme vechters. We zijn, nee. we zijn uh, fysieke schakers. Dat zijn wij. Ja. Weet je. Dus Zeker. Dat zijn ja. we aan het doen. Dus, dus, dus om voor de mensen die als leek naar ons kijken. Die, 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 we hebben veel meer in ons Mars dan, dan het etiketje dat je aan ons plakt. Wij, wij brengen veel meer. Wij, 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 wij laten zien, maar dan ook met, met lichaam en kracht en mind. wat hard werken inhoudt. Ja. We laten zien dat hard werken ervoor zorgt dat je van A naar B gaat. We, leer, ja. we leren onze doelen stellen en naar onze doelen te werken. We leren in stapjes onze doelen ja. uitzetten. Dus je leert ook plannen. Tuurlijk, Weet ja. je? Behalve dat je leert plannen. Leer je ook aangaan, omgaan met, met winsten en verliezen, met successen. We leren ook omgaan met de meningen van anderen over onze winsten en successen. Dat is een heel belangrijk, toch kritiek? We leren dat kritiek is opbouwend. Ja, en, om, en leren omgaan met kritiek ook, ja. Ja, maar dat, ja. dat leren we, want dat zijn de meningen van ja. anderen, toch? Maar ja. de vraag is, wat, waar laten wij die meningen? Wij, ja. wij zijn het levende bewijs van wat, wat, wat wij als mens nodig hebben om een karakter te vormen. Ja. Ons karakter is gevormd en daarom zijn wij in de ring. Daar laten we zien van wie en wat we zijn. We laten zien dat wanneer jij een sinaasappel gaat pellen, of een mandarijntje gaat pellen, en je, je knijpt je je, je je schilletje fijn, mm. dan wordt die sap bitter. Ja. En die sap, die, de, de schilsap is bitter omdat dat puur is, ja. zoals wij. Zo. Ga ik even over nadenken. Vind je dat goed? Ja, natuurlijk. Denk er wel aan. <laughs> um, Ik wil even wat anders uh, aanhalen. We hebben hier een hoek die hele mooie next-round uh, bokzak uh, staan. Weet, sinds een aantal weken hebben we de Vechterbasen Challenge met uh, de slimme bokzak van Next Round, die behalve uh, uh, ja, snelheid, impact, uh, uh, aantal slagen, et cetera. Kracht, alles meet. Uh, en alle gasten die doen mee in die challenge. Laten we eerst even kijken naar de tussenstand. Tot nu toe van de gasten die we hebben gehad. Er staat nog steeds uh, Fabio Quasi uh, staat daar uh, oh, ruimschoots uh, bovenaan. <laughs> um, en u weet, iedereen overal waar die, vecht, waar die zak hangt in de sportscholen kunnen mensen ook die vechtsbasisch challenge doen. Dus dan kunnen ze ook proberen de scores van, uh, van bijvoorbeeld Fabio Quasi uh, te verbeteren. Uh, jij hebt ook meegedaan aan ja. het begin. Laten we <laughs> ja. daar eerst even naar gaan kijken. Eerst, eerst reactie. Wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ik moet ja. eerlijk zeggen. Ik wil ook zo'n boxak ja. Die alles meet. Want het gaat me alleen maar meer motiveren om beter dan Fabio te worden. <laughs> <Wat> <laughs> Doe maar van. beter dan het hele lijstje. Doe ja, beter dan het hele lijstje. Even kijken naar wat je score uiteindelijk heeft gedaan. Oké, okay, dat was wishful thinking. Ja, oké. Okay. Maar even in jouw, in jouw defense. Je bent net gisteren uit een vliegtuig uit Suriname gekomen. Ja. Een beetje jetlag misschien nog. Een beetje, een beetje. Ja. Een beetje jetlag, ja. Maar dat is niet erg. Okay. Beetje, maar de andere kant... Iedereen die daar zo op de lijst staat, is ook vele malen zwaarder dan ik. Dus ze hebben natuurlijk vele meer impact. Maar ja, ik, ik zit wel Kwaas. in de, de top 4 van snelheid. Nou, Ik weet, Fabio Kwaas. ik denk dat hij letterlijk twee keer zoveel weegt als jij. Ja, dat kan. Wat weegt hij 100 zoveel? Uh, ja, ik denk dat hij 120, 100 uh, nogal wel is. Oh ja, dan, dan is hij like, echt twee keer zoveel als ik. Ja. Ja, ja. Dus, dus als je de mijnen zou accumuleren. Zo ongeveer? Pardon? Dan klopt het wel ongeveer toch? Ja, een dat vraag. klopt het ongeveer. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ja. maar ik vind het cool. Ik ben wel de enige vrouw ertussen. Dat maakt me nog Je bent de eerste vrouw <laughs> sowieso ertussen. Uh, dat moeten we ook snel gaan veranderen. Dus we, hebben meer, we hebben meer vrouwen nodig ook uh, die op deze plek komen zitten. Top. Ja. Dan uh, ben ik blij dat ik een pionier ben voor de, voor de rest van de vrouwen. Je bent sowieso al een pionier in deze sport. Oes. En nu ook een pionier in, uh, in de Vechters Challenge. Dus laat <laughs> het doen gewoon. Oes, oes, oes. <laughs> dankjewel, dankjewel. Uh, ik vond het heel tof dat je er was. We kunnen volgens mij nog uren doorpraten. Ja, zeker. We, we moeten er eens een punt achter zetten. Dus laten we het nog een keer doen, zou ik zeggen, of zo. Volgende One. keer. Een ja, Stories me. for days. <laughs> Tuurlijk. Luister, Dennis, bel me. I'm, I'm available. En dan maken we het mooiste van. Ja, dankjewel voor je mooie, inspirerende verhaal. Ik wens je veel succes met alles wat je gaat doen. Nog met Foundation en uh, met je toekomstplannen. Met vechters En alle andere dingen die je nog aan het doen bent. Te veel om op te noemen. Uh, succes daarmee. Dankjewel, en Dennis. En zie je graag nog een keertje terug. Hartelijk dank. Het was een eer om hier te zijn. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Of het luisteren. En of het luisteren moet ik natuurlijk zeggen. Of het nou is via YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Waardeer deel je allemaal. Laat het even weten ook. Als je het leuk vond, geef een duimpje. Of uh, als je het niet leuk vond, dan geef, een, geef een duimpje naar beneden. Weet weten we ook wel we aan toe zijn. In ieder geval, wat we heel leuk zouden vinden. Als je je abonneert op ons kanaal. Dat is belangrijk. En dat zorgt uiteindelijk voor dat we dit fijne podcastje kunnen blijven maken. Dus doe dat. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... us